Nelly, we zijn terug. Hoe was de vakantie? Warm. Maar dat hebt je als je naar het zuiden van Europa trekt natuurlijk. Want het was heel warm. En ja, ik heb een baby van vier maanden oud. En nu blijkt dat een baby van vier maanden eigenlijk vooral binnen moet zitten als het heel warm is. Dus ik heb veel binnen gezeten. Dus de Fox heeft serieus wat gezweet. Ja, al die bodykes zijn echt zo zijknat. En ook voor te slapen is dat quasi naakt. Ik vind trouwens de blonde piekjes. Ik weet niet of ik het heb bijgeverfd of wat de bedoeling is. Ik vind het heel get-ready zo. Je kunt dat, er zo tussen staan, denk is ik. Is dat een compliment? Uh, ja, zou ik zeggen. Uh, ik, ik ken maar één liedje van Get Ready. Dus, uh. Oké. Okay. Uh, nieuw seizoen, nieuwe studio, nieuwe tune. Maar we krijgen ook assistentie. Mooi. Quinten. Quinten, stel je misschien even voor. Quinten is er vooral duidelijkheid voor als wij fouten maken, zeg maar. Ja, dat klopt. Uh, ik ben Quinten Hiel. Het is vandaag mijn eerste werkdag. En ik ben dus wel een beetje nerveus, maar ik heb er keihard zin in. Oké. Okay, <laughs> ik heb daar op je sollicitatie niet gevraagd, besef ik. Maar voor welke clubsupporter eigenlijk? Uh, ik ben een supporter van Sporting Lokeren. Oeh, niche. Ja, en ja. daar hou ik wel van. Pas bij Evert. Perfect. Uh, groetjes ook nog aan Victor Meiskes, trouwe kijker. Ja, Welkom bij MitMit, Mit, de wekelijkse voetbalpodcast van PlaySports, vanaf dit seizoen te bekijken en te beluisteren op de kanalen van PlaySports. Welkom ook aan onze gast van deze week. Hij is een van de beste vrienden van Peter van den Bemt, het grote idool van Dante van Zijer. En we zijn bijzonder blij dat hij na drie jaar toch is gekomen. Welkom Gert Verheijen. Gert, hoe gaat het? Dankjewel. Uh, ja, goed. Goed? Ja, absoluut. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ja. Waarom nu wel gekomen? Omdat je het nog een tweede keer uh, hebt gevraagd. En omdat je geluk hebt gehad dat het op een goed moment was. Want als je nu nog een tijdje gewacht had en uh, het werd weer heel druk en er waren weer veel matchen, en dan vooral Champions League dat bezig is, en veel reizen, veel onderweg zijn, uh, dan is mijn goesting meestal over om dat er ook nog eens bij te pakken. Uh, daarom dat ik ook gezegd had van uh, onmiddellijk dan, nu, ja. vooral leren dat er straks weer uh, echt veel matchen aankomen. Voordat ik me van gedacht veranderd. Ja, ja, dat is ook zo. Wat als dat strak, ik ken mijn eigen. Dus als, uh, als dat straks uh, september en oktober wordt en uh, het zijn te veel matchen en in de week ook en, en veel weg, dan, uh, dan ben ik het beu om te veel over voetbal te praten. Ja. En dan... Uh, dat snap ik. Wat beter heeft, er is dus eigenlijk niks mee te maken. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, okay. Want hij was verbaasd. Hij ging woordje ah, doen. Uh, ah, ja. Nee, nee, nee. nee dat hij ging daar regelen voor ons. Ja? ja? Nee, nee, heeft er uh, niks van gezegd. Het is dus, uh, nieuw seizoen. Ik snap dat je er nog niet helemaal bij zit, maar ik denk dat je de klopt nog. Jongen, die loopt. Die loopt. Nee. Man, die ligt aan mij. Uh, hoe was uw vakantie? Want je bent wel even terug aan het werk. Uh, ja, uh, als de competitie begonnen is, uh, ben ik ook terug begonnen, natuurlijk. Uh, vakantie was uh, niet echt speciaal. Veel gefietst, uh, dat vooral. Um, ik ga fietsen met Mate in Frankrijk. Um, dat was mijn hoofdvakantie eigenlijk en dan met mijn Madame nog een paar dagen weg geweest. maar niks speciaal. Uh, waar we hebben we gezeten? In, de, in Bruggen hebben we gezeten, in Durbe hebben we gezeten en in Luxemburg. dus dat is Tot, dat is niet. Bij huis. ik weet het is niet op een jacht ergens in Curaçao. maar uh, het is wat het is. dat had ik wel verrassend gevonden. Ja. echt vrij op een uh, ja dat is wel, maar ik zeg dat maar omdat je, je tegenwoordig uh, uh, foto's zie van vooral nog mannen die nu nog voetballen. Dan moet dat op een jacht zijn. Ja. Dat is een van de... En af en toe zie je zo'n zin dat daar afwijkt. wijkt. Dus van een dries vond ik dat dan wel knap. Dat je denkt ja, op safari. Dan denk ik van ja, knap, een voetballen dan een keer op safari, ja. Dat heb ik ook al heel veel gedaan. Dat is mijn favoriete vakantie, op safari, ja. Afrika sowieso. Okay, en dan ja. denk ik van ja, als ik dan een shot zie doen van tegenwoordig, dan denk ik van... Goed gezien, oh, man. Een Brug, keer ja. niet op zo'n boot, ja. waar dan niks op te zien is. Ja. In Brugge, Brugge kun je ook op een jacht gaan zitten, hè? Ja, dat is Heb je ook wel iets zien doen, ja. maar ook heel veel voetballers doen. Wat? At the Ja, dat is zwaar. Ja, 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 en ja, zelfs, ja, dat is Schert. waar. Gewoon main stage op het podium. Ja, ja, ja. Ik Hoe was je uh, daar geraakt? Nee, ja, via vrienden, hè. moeten uh, ja, je moet uh, altijd de juiste mensen kennen, dus ik was ook uitgenodigd door hen. Um, en zij hebben goede connecties met de bazen zelfs van, van Tomorrowland. Dus ik mocht eigenlijk overal een keer achter de schermen ook gaan kijken. Ja, dat was wel plezant. Ik moet zeggen, ik zou daar zelf nooit... Dat ik denk van ja, ik ga nu proberen een ticket te bemachtigen. Nee? Om naar Tomorrowland te gaan. Nee, dat zou ik niet doen. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gezien heb, want het is toch wel... Want ik wou zeggen, op je Instagram story leek je toch enthousiast. Ja, ja, maar ik was, ik was er, Het is ermee, maar ik zou het van tevoren nooit... Maar ik ben, ik, zeg, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb en dat ik het gezien heb. En als ik nog eens kan gaan, ga ik nog eens gaan, want dat was wel iets op jij bah, was nou. daar drie weekends, Sam. ik heb je um, toch heel veel gezien daar. Nee, nee. Dat nee. lijkt zo. Ik ben twee keer één dag geweest, twee weekends één dag gewoon. En welk... Dat was wel grappig. Ineens uh, riepen, riepen er echt al 10, 15 meter verder, Mit, 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 mit. En ik kijk, en ik had een foto van u zien op de GSM. Je hebt dat me dan doorgestuurd, is dat, was ik echt vond dat ook een beetje eng? Maar Waarom? <laughs> ik weet niet. Maar ik ja, vind dat funny. Ik denk, jij wordt daar toch heel veel aangesproken of is dat, uh, dat valt eigenlijk heel goed mee. En dat is ja. daar waar je een klein beetje uh, schrik van hebt. Want uh, vroeger ging ik wel uh, toch naar werchter en zo. Uh, toen was dat nog Torhout-Werchter. Uh, maar dat is geëindigd met een keer dat ik met de, met de Fox daar was. En, uh, het was een regenachtige dag en dan begonnen ze met slijk te gooien van achter onze rug. <laughs> dat ik dacht van ja, nee, dat moeten we precies dan toch niet meer doen. Dat waren andere supporters dan? Jo, dat weet ik niet. Maar, uh, maar goed, dat viel nu, nu ongelooflijk mee. Uit. Dat gebeurt wel eens natuurlijk, maar eigenlijk viel het heel goed mee. Ja. Oké, okay. cool. Zijn er andere festivals dat je in de zomer gedaan hebt? Uh, ja, in, uh, in Wils. <laughs> het festival van Wils. Okay. met naar Passenger gaan kijken. Ja. En okay. dat is eigenlijk ook wel... Dat is eigenlijk meer iets van mij. Dat is zeer kleinschalig. Er is geen duizend man. En dat is zo op... Uh, uh, de zitten is eigenlijk een tuin... De tuin van een kasteel. Zo. Dat is heel kleinschalig. Maar uh, dat is wel een, een, een hele mooie locatie. En dat is het soort festival waar dat je nog een gin tonic of uw koepje champagne in een glas kunt drinken. Geen plastieke <laughs> bekers. Oké. Okay. Dat is echt iets mij. Dat is voor mij. wel elite voor <laughs> voetballer. Uh, dat is meer iets <laughs> ja. voor mij. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. We hebben het al over boter gehad en Dat je er niet op ging zitten. Hmm. Maar in november zeg je wel te zien. Ja, een ja, dat, is deels, ja maar dat is iets ja. anders. Dat is, niet, dat is, uh, dat is, dat is geen luxejacht. Een zeilboot is iets anders. Hè. Dat is waar. Dat is werken. Hè. Ja, dat maar wat doen, ik voor ja. mij afkrijgde: Een spoedcursus daarvoor? Of, uh, moet je zien? Ja, maar dat was uiteindelijk zeer beperkt. Eigenlijk op het moment dat wij daarop gestapt zijn, uh, wisten we eigenlijk nog van toet nog blazen. Maar we hadden wel. <laughs> wat in Oostende uh, uh, geleerd hoe dat we ons eigen moesten redden, moest het, uh, moest het fout gaan en zo. Nu ben blij dat dat er niet van gekomen is, want dat zou ook misgelopen zijn. Dus dan beseft je pas van ja, als je overboord slaagt, dan uh, ja, wat doet het heb je dan? eigenlijk nog heel weinig kans. Ja, ja. heel Afhankelijk ook van hoe dat de zee is natuurlijk. Um, maar toch ook als, eens als het bezig is, dan niet meteen terug weg. Als er daar iets misloopt, als je je niet goed voelt, als je wilt stoppen, ja. Nee, dat gaat niet. Je, he, kun je, gaat nee, je kunt er niet meer af. Nee. je Niet op een gegeven moment echt in het midden van de zee even geschrikt had of even gedacht? Uh, nee, want daar denkt eigenlijk niet zoveel bij na. En je, hebt ook, je bent je zit ook wel na, na één of twee dagen, zeiden ook wel zo gerust in, in alles. Dat je, en je hebt natuurlijk mensen mee, uh, twee schippers, uh, waarin dat je, je volste vertrouwen hebt dat zij het allemaal oplossen. En er gaat van alles kapot, zo'n boot, maar zij zijn dan in staat uh, om dat te herstellen. Want hoe lang zijn we onderweg? Uh, we hebben volle drie weken gevaren, 21 dagen. My. Er vaart ja, en... geen een tweede boot achter jullie. Nee. Was het maar het was wel een. Uh, of ik weet niet of ik dat allemaal mag vertellen natuurlijk, maar het was wel. We namen deel aan een de rally eigenlijk. Uh, uh, Atlantic Rally for Cruisers. Waardoor dat we gestart zijn met 160 boten. En in het begin, uh, mijn vertrek in Gran Canaria, dan, heb je, dan zie je nog een paar boten. Ja, in het begin alle 160 natuurlijk, maar op een duur ja, kletst dat helemaal uit elkaar. Omdat je hebt snelle boten, je hebt tragere boten. En, uh, en je vaart allemaal een andere koers uiteindelijk. Dus na een dag zij eigenlijk alleen. En dan heel af en toe zie je nog eens in de verte, dat je denkt van ja, en op je radar kun je ook zien van daar vaart er nog één, daar vaart er nog één. Maar je hebt toch het gevoel, en het is effectief zo, dat je daar helemaal alleen op een grote plas water zit. Maar dat is wel een zeer uitzonderlijk en fijn gevoel. Dat. Confronterend ook. Maar dat komt jezelf niet tegen. Uh, ja, omdat het fysiek zeer zwaar is. En dat is uh, maar je de denkt van, ja, in orde, denk ik. Hoe zeg je dus Ja, van, jawel, jawel, het is niet, Ja, wel. maar het is ook geen, geen hoe moet ik zeggen, sportieve fysiek. Het is vooral omdat je weinig slaapt. Dus je loopt shiften van vier, vier uur. Vier uur wakker, vier uur uh, slapen. Heel de dag door. Heel de dag door, dag en nacht dus. En, uh, en de, het moeilijke is om in die vier uur dat je mocht rusten effectief te slapen. Ah, ja. En dat lukt in het begin niet, omdat je hyper bent. Uh, omdat, ja, ja. omdat je zo geëxciteerd bent van het avontuur, dat dat heel moeilijk is. En s'nachts zal dat nog, maar overdag vier uur in je bed gaan liggen en, en slapen, is moeilijk, waardoor dat je op de duur eigenlijk een slaaptekort opstapelt. En dat het, dat het ja, zeer zwaar wordt. En, uh, en wat het ook zeer zwaar maakt, is het feit dat zo'n boot... En dat besefte eigenlijk niet. Dat had ik ook nooit die beseft. Ja, dat is altijd in beweging. Hè. Dus je zei 24 uur... In beweging. Je lichaam krijgt nooit rust. Ook niet als je slaapt. Want ook als je slaapt beweegt je een boot ja, ja. geweldig. Dus je rolt van hier naar ginder. Dus echt rusten is gewoon moeilijk. En... Um en hoe Fijn. groot is zo die een boot? Wat moet ons daarbij voorstellen? Um, Heb je wat privacy nu moet ik, nee, nee, nul. <laughs> nee, nul. Nou, dat zou ik ook niet aan. Nee, nul. Denk nee. Ik. Ja, twee, twee, uh, twee voor drie man. Dus drie jongens, drie meisjes en dan de crew nog erbij natuurlijk, want je zit met twaalf man op een boot. Er zitten zes extra mensen: cameraman, geluidsmensen, twee schippers, uh, regisseur. Dus je bent met twaalf mannen. En dan, uh, maar dus voor ons zessen, drie jongens, drie meisjes, waren er twee, twee bedden voor drie eigenlijk. Dus je wisselt ook constant van bed. Omdat je ook in die shiften loopt. Ah ja. En op een duur uh, uh, well, geslaapt in elkaars bed. Ja. Je leert elkaar goed kennen. Geen privé, je leert elkaar supergoed kennen. En dat duurt, dat duurt geen vijf dagen. Dus na vijf dagen. Weet al ongelooflijk veel van elkaar. Ja. Dat is, ja. Maar dat, is wel, ja, dat maakt het wel superleuk hè, ook uiteindelijk. Maar privacy, ja, je, gooit, je gooit dat ook ja, overboord. Dat is ook zo. <laughs> dat dat maakt is het niet. En ook naar het toilet gaan is dan, is dan ook zo'n vreemd gegeven. omdat je, je, mag geen toal, je mag geen toiletpapier doorspoelen. Dus je moet eigenlijk... We uh, zijn naar het toilet geweest en je komt met je, met je uh, wc-papier terug buiten uit het toilet en dat gooi je overboord. Dus in het begin is dat gênant. ze is dus daar een beetje toch ja. dat je dat moet doen omdat je dan ook kunt zien, van die heeft veel werk gehad. Ja, ja. Maar, maar, uiteindelijk, <laughs> maar uiteindelijk zijn er ook allemaal dingen dat na 1, twee dagen verdwijnt, dat ook allemaal die zijn. Dan is dat allemaal, dan is de normaalste zaak van de wereld. Um, ik, iets ik... voor u, Evert. Al wel bij het eerste seizoen, toen ze dat aankon, dacht ik, wat gaat dat zijn? En ik heb er eigenlijk enorm van genoten van dat programma. Want wat jij zegt, is denk ik dat je ook... Ja, maar als kijker... Ja, als kijker heb ik daar ja. enorm van genoten. Ja. En dus ik kijk ook enorm uit naar dat tweede seizoen. Om zelf mee te doen. Goh, ik heb één keer uh, echt op een boot gezeten om uh, het kanaal over te gaan. <laughs> ik was gewoon heel de tijd zeeziek. Maar echt heel de tijd. Dus ik ja, hoe lang zijt je daar dan zeeziek? Nee, er we, we zijn er twee, ik kan niet alles vertellen natuurlijk, maar er zijn er van de, van de zes. PV is dan zo gezegd zijn er twee zeeziek geweest, maar vier maar helemaal twee. niet. Maar twee. Oh. En hoe lang is dat dan? Een paar dus, dagen? Uh, ja, een paar dagen, maar dan totdat ze medicatie zijn beginnen pakken. En dan, dat helpt wel natuurlijk. Ja. Maar als je, als je er echt last van hebt, is dat moeilijk om daar vanaf te geraken natuurlijk. Ja. Ja. Okay. Maar ik mag niet klagen, ik heb daar geen last van gehad. De dus, uh, ja, geluk gehad gewoon, hè. dat heeft niks te maken met... Uh, kunde daartegen, nee, je moet gewoon geluk hebben. Hè. Dus, mm. Sommigen hebben dat, sommigen hebben dat niet. En het is ook niet omdat je het nu niet gehad hebt, dat de volgende keer heb je het misschien wel. Hè. Dat, is ook zo. dat is zo met een bandje met zo'n bolletje, dat is onzin. Dat was vroeger. In ja? nee. de dat... jaren negentig was dat. Ik denk ding dat, ding dat dat puur uh, placebo was, maar bij ja, mij werkte ons. het. Ja. <laughs> en we zien op je Instagram ook dat jij een echte dierenvriend bent. Ja, absoluut. Ja. Hoeveel dieren heb je? Uh, nu, ik had vroeger heel veel, uh, heel veel. Ik, had, ik heb zeven kippen gehad, maar die zijn vorige zomer zijn die allemaal gepakt geweest door of een vos of een marter, dat weet ik nog altijd niet. Dus uh, ik heb het niet direct nieuw gehaald, want dan zijn die twee weken later zijn die terug weg. Dus ik wacht nu even tot dat, <totstuken> tot dat uh, storm is gaan liggen. En we zijn nu een stalken aan het renoveren, ik ga een paar schaapjes zetten ook, en dan terug kippen. Dus, ja. En nu, uh, het ene dat er nu rondloopt zijn twee katten. Dat is eigenlijk alles. En had je ge, ge dan geen bescherming voor die kippen? Eh, jawel, ik had een, een nachtluikje, maar uh, die batterijen waren op. <laughs> twee, twee batterijen aan de voorkant, twee aan de achterkant. En ik had alleen die aan de voorkant vervangen. En het ging nog niet. Ik dacht van, ja, na drie jaar, dat zal hier wel niet nodig zijn. En uh, twee weken later waren ze allemaal weg. Dus dat nachtluikje heeft wel degelijk gewerkt, drie jaar aan een stuk. Dus dat was nodig. Maar ik uh, heb de indruk, ja, je ziet dat nooit. Hè. Dat is altijd s'nachts natuurlijk. Maar op een gegeven moment waren ze allemaal weg of dood. Dus, nee, dat is tristig, ja. Moet Het een harde ochtend zijn. Ja, dat, dat, is, uh, nee, dat is BNR, dat is niet plezant. Nee, want ik zag ze heel graag, man. Moeten we wenen dan? Uh, ja, ik heb wel geweend. Ja. Oké. Okay. geef dat toe. Ja. En lag er dan nog iets zijn ja, er ze gewoon ja, een, paar, een paar, omdat als het een vos is, die, die pakken... totaal. hadden er één overgelaten en ik moest werken. Er waren nog één overlevende, dus uh, twee weg. De rest dood en één overlevende. En ik, had, uh, ik moest match doen, ik was naar de VRT en ik kwam s'nachts terug en ik had ja, die één, één en alleen. Ik kwam om half vier s'nachts thuis en uh, dacht van ik ga toch eens kijken waar dat hem zit en hij was ook weg. Dus dan is diezelfde nacht is hij nog teruggekomen voor die laatste. Ook nog dat. Het is de meer dat ik zeg, je kunt niet direct opnieuw, opnieuw zetten, want een keer als ze weten dat die daar ja, zitten, ja. blijven die terugkomen. Okay. Enfin. ze hebben mij ook ingefluisterd dat je een vogelspotter bent. Je uh, moet altijd aan Samitanga en de bende van de bosklappers de, denken. Uit de vogelspotten. Die die. Ik, krijg, ik, dat is meer, ja. ik krijg veel mee met de fiets. En ik zie onderweg als er iets vliegt, heb ik het gezien. Of als er iets langs de baan zit. Dat gaat dus dan het is over. niet zo dat je er recht op uittrekt? Nee, dat niet. Maar ik, ik heb wel gezien, als ik met de fiets rijd, heb ik het altijd wel gezien. Daar, daar zit een buizer, daar vliegt een buizer, daar vliegt een wauw, uh, dat soort dingen. Maar je herkent dat? Ik herken dat. Ik ja, zou niet eens weten wat een buizer ja. is. Dat ja, ja. <laughs> ja, ja. Zou jij die nog kennen? Nee, nooit van mijn leven. <laughs> ik ook niet. Ik vind dat wel heel knap dat mensen dat direct kunnen. Ik heb ook zo iemand waar ik af en toe mee ging fietsen en die zei direct: oh, dat is daar, dit, dat. Je. Ik van, oh, wat heb jij gezien? En, hun, en in, hun eigen, in hun eigen hoofd ook. Dus ik geef veel eten en drinken aan de vogeltjes en dan heb je veel vogels in mijn of gewoon. En dat, is, dat is zeer plezant. We hebben al eens een ijsvogel gehad, dat zie je niet zoveel. IJsvogeltje hebben we gehad. En nu van de zomer hadden we twee roodstaartvinken die een nestje hadden. En dat is zeer plezant. Kort als ze twee kleintjes hadden die uitvlogen. Ja, dat is, dat is... Nou, wij zijn Ik vind dat plezant, denk ik. Denk ik, ja. Ja. Nee? <laughs> ja. Ik hoop ooit, ooit wel zo. Ik buiten. Zie, ja, maar ik, ja, ik woon in Mechelen Centrum. Daar zie je gewoon niet veel vogels buiten duiven. <laughs> ja. we, we zien trouwens op Instagram ook dat je veel fietst. Mm -hmm. Hoeveel? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, maar je hebt toch containercup gezien? Dan weet en, je toch dat hij heel veel, fietst? Tja, veel dat fietsen Ja, veel fietsen, dat is natuurlijk. Allee, voor de ene, ik zit nu aan, uh, dit jaar aan 6.500. Oei, ja. Saval. Dus ja, Saval. Dus ik hoop sofa? ergens op 10.000 uit te komen. Uh, dat is wel meer dan anders, want andere jaren haal ik dat niet. Maar ik ben in januari februari al, al goed begonnen. En dan ja, hoe meer dat je rijdt, hoe plezanter dat is natuurlijk. Omdat je, Beter dat je in vorm bent, hoe plezanter dat is om te rijden natuurlijk. Maar vlieger te vliegen, die dus, van, Ja, dat is nog veel meer. Je zit, ja. zit nu al over de 10.000. Dus uh, yeah. ja, mooi, dat is, ja. Is dat veel, is dat niet veel. Uh, laat we zeggen, voor een gemiddelde wielertoerist is dat, is dat gewoon, gewoon goed. Maar er zijn mannen die dat zeggen 20.000 op jaar. Hè. Dus, maar stop. het is wel heel duidelijk dat je, dat je gewoon voor sport aanleg hebt, want je resultaten gelijk in de containercup, maar ook een gemiddelde. Ja, maar de, de containercup is eigenlijk wel een beetje, enfin, drie kilometer uh, vol een bak is eigenlijk even goed een weerstandstest of een karaktertest. Oké, okay, maar je hebt dan wel een museum gedaan. Ja, ik weet wel. <laughs> maar dan, dan een pure fietstest. Ik zeg niet dat je niet je moet kunnen fietsen, uiteraard. Maar toch is het, toch is het meer. Allez, als ik morgen op de baan ga met die mannen, enfin, dan. dan je kunt het niet volgen. Hè. Dat is niet... Maar dat is hoeveel ja. minuten? Was dat? echt maar Johan Museo. Dat is vier, vier minuten. En een dus beetje. op zich een helling vier minuten van die 13. lengte zou je heel goed moeten inzetten. Vier uiten. minuten dertien. Jawel, dat was de vier, gemiddeld 400 watt. Als je 400 watt kunt stampen, ja. dat, is, dat, is, dat is goed, maar dat duurt maar drie minuten. Hè. Allee, dat is niet, het is de mee dat ik zeg, dat is eigenlijk helemaal leeg gaan op, op drie kilometer. Dat is iets anders. Als, ja. Dat wil zeggen dat je wel. Wat, wat vermogen kunt trappen, maar ja, als je op de baan gaat voor 100 kilometer te rijden, zet daar niet veel mee. En Hebben ze dan ooit in je voetbalcarrière VO2max-testen? Nee, zo ja, dat zou te weinig zijn. Ik, was, ik, was, uh, ik had een goede VO2max, ergens in de 60, van een voetballer. Maar uh, de coureur uh, die een Tour de France wint, om een vergelijking te maken, heeft een VO2max van 90. Eh. Onder, de, onder de 90, welle, eind in de 88, 89, 90, Onder de V2 max, daar uh, van 88 of 90, kunnen de, de Tour de France niet winnen. Hè? Ja. Dus dat dus verschil ja. is nog enorm. Ah, ja, tuurlijk. Een goede voetballer zit ergens 60, 65. Dan zijn de een goede voetballer. Op fysiek vlak, qua V2 max. Maar in het peloton kunnen we daar niet veel mee doen, hè, met 60. Maar het is toch opvallend dat heel veel ex-voetballers uh, enorm goed met de fiets kunnen rijden? Dus dat is, is dat ja, karakter, maar zowel de, training, de, de, uh... de voorspelbare ex-voetballers. Ja, ja, maar dat is goed dat, dat met de fiets kunnen rijden als wielertouristen. Ja. Dat is nog een verschil. Nee. Dan ja, nee, maar... Je kunt op strava vergelijken ja. met, met echte coureurs. Dan, 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 dan is de constatatie gewoon dat zij eigenlijk maal twee rijden. Dus alle, als je nu pakt al die hellingskies in de Vlaamse Ardennen, Als je dat vergelijkt, dat is zowel qua wattage als, als in tijd, mogen maal twee rekenen. Die rijden daar twee keer zo rap op. Dat is, dat is een groot verschil. Ze zijn maar alle als ze boven zijn. Hè. Ja, <laughs> als, je, als je zo zegt, dan Ik wil dat bij mij zo snel. Nee, nee, daar heb ik heb ongelooflijk veel respect voor. Omdat je ook je eigen afvraag: waar komt de kracht vandaan? Hè? Als je veel, en er zijn natuurlijk verschillende typen coureurs. Maar ergens moet het, komt natuurlijk van hun, van hun motor. Aangeboren, maar, 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 toch? maar het is ook het zit ook in uw lichaam, en niet alleen in uw quadriceps of niet alleen in uw bovenbeen. Hè. Dat, komt, dat komt ook uit hun onderrug. En, uh, wat Ze ik zeg zei, hè? atleten. Hè? Ja, ik ben al te zwaar. Ik weeg, ik weeg 86 kilo, dus uh, kassei, voor dan. mij is berg Al, al uh, moet ik al harder stampen dan die van 60 kilo natuurlijk, maar ik rij wel heel graag bergop. En die korte hellingsgesoeien in Vlaanderen dat doe ik graag. Uh, maar op de kassei, dat doe, wel, dat doe ik minder graag, maar eigenlijk ook wel. Daar ben ik meer voor gemaakt. Maar als je, voor evenveel, als je voor de twee sporten evenveel talent had, waart je dan liever coureur geworden? Oh, well, nee, wat ik besef heel goed, wat, dat, wat dat de opoffering is uh, van een coureur. Dus uh, pas op, alleen maar uh, trainen, uh, slapen en eten is, is wel het leven dat ik het liefste uh, leid. Dus, dat, ja? dus op dat gebied zou dat wel uh, gepast hebben, denk ik. Uh, je maar fietsen hebben neem... bijvoorbeeld ook al toen we jong waren. Al veel. Nee, nooit. Nee. Dat Ik was pas na de, de fietsen. Uh. Als je zo graag traint, dan, dan zou je toch een modelprof zijn in het wielrennen. Ja, en graag moe zijn, graag fysiek moe zijn. Gewoon uh. een goed gevoel. En van de fiets is dat wel, de vermoeidheid van, uh, na een fietstocht is wel een zeer aangename vermoeidheid. Je... Veel aangenamer ja. dan na een voetbalmatch, omdat na een voetbalmatch zijn je kapot, je spieren zijn kapot, je gewrichten doen pijn, alles doet pijn, je bent stijf. Die nou, keer dat ik ben gaan fietsen. fietsen, was dat toch hetzelfde goed. Ja, ja, dat is in het begin. Ik <laughs> okay. ga, weg, dat ga weg. Maar dus is het ook niet. Een wielrender heeft op zich iets meer vrijheid met zijn trainingen. Die is s morgens op. Die kan ja, alleen, zelf... Ik rijd ook heel veel alleen. En er zijn mannen die dat dan niet kunnen alleen gaan rijden, ik rij ongelooflijk graag alleen maar ook wel graag rijden om te ontdekken, in het buitenland tochten uitstippelen, gaan ontdekken plaatsen waar dat nog nooit geweest zijn, omdat je ook in staat zijn met een fiets om gewoon veel te zien. Als je tochten doet van 150, 170 kilometer, je ziet gewoon heel veel onderweg en vooral heel veel mooie natuur. Um want iedereen gaat altijd naar Marbella, Marbella maar ik ben in, in februari van Girole, die ik ben, Marbella gaan fietsen. Uh, iedereen zit daar aan de kust en in die strandbaars. En uh, ja, daar, het is eigenlijk, uh, eigenlijk uh, Beiren lelijk ja. daar beneden. Maar het hinterland is, mooi. is zo mooi. Dat is ongelooflijk knap. Maar ja, daar heb je fiets voor nodig, natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb een vraag van Nico, eerste kijkersvraag. Mm. Wie is het snelst op de fiets? Jij of Peter? Uh, momenteel ik er. Uh, in het in begin, uh, uh, dus begin is dat uh, wel eens anders geweest, omdat ik toen weinig reed op dat moment. Uh, en omdat hij toen heel goed reed. Dus dat heeft wel een beetje te maken met wie dat er eigenlijk het meeste kilometers doet. Maar uh, dus laten het... we zeggen, als we alle twee getraind zijn, dan gaat het me toch niet aankunnen. Nee? <laughs> nee. <laughs> nee. Is, is dat het beste gevoel <laughs> om hem achter te uh, hebben? Dat heeft wel iets. Iemand eraf rijden op de fiets, dat heeft wel iets. Ja. Maar uh, ik ben uh, met een Bram Lambert van de zomer gaan fietsen. Ben, uh, met een groep van, van 13. Uh, die zal ook wel kunnen fietsen. Uh, Bram kan fantastisch goed fietsen. En, uh, maar ik wil maar zeggen, dan waren, er, allez, dan waren er zes beter en zes minder dan mij. Dus je zei ergens wel de middelste in zo'n groep. Dus hoe dat je ook denkt dat je kunt fietsen, er zijn er altijd die veel beter kunnen fietsen. En, en vooral ook bergop. Want zo goed als het dus, gevoel is om iemand achter te laten. Ja, dat doet pijn. En voorbijgereden worden doet ja. doe echt wel pijn. En zeker als je al aan het afzien bent. Dan is, uh, dat is ook mentaal. Dat speelt, dat speelt heel hard mee. Omdat het ook altijd ja, afzien. Ja, op de fietsen is, is, ook, is ook kunnen, uh, kunnen afzien. En, ja, en vanaf dat je denkt dat je moe bent. Of dat je pijn voelt. Toch, toch jezelf wat thuis blijven, blijven trappen. Ja. En zit je dan op je, je kas op te fritten? Nee, nee totaal niet. Omdat je ook wel weet, ik ben al uh, oud genoeg ondertussen om, om uh, te weten dat die verschillen er zijn. En als je met zo'n gro groep gaat fietsen een, een hele week, die verhoudingen liggen vast. Hè. Als die je blijft elke week. De, de, <laughs> de ene kan de ene dag beter zijn dan de andere. Hè, en de dag nadien kan dat andersom zijn. Hè, om wat voor reden dan ook. Maar als je met vrienden gaat fietsen, die verhoudingen die veranderen niet tijdens die week. Hè. Die je dat de eerste dag de beste is, die is het aan het einde van de week nog altijd de beste. Dus je weet al na één dag wat je plaats is. een beetje. Hè? Ja. Was het een Bram? Uh, een Bram was een tweede beste. Dat uh, is nog een jongen, de, de Jens Mortier. De broer van, uh, van Matty Mortier, de verzorger van haar agent. Daar uh, is uh, mee. Dat uh, is uh, okay. uh, absoluut een beste. Uh. Heb je al in Vive le Velo gezeten dan eigenlijk? Ja, al twee keer. Al twee keer, oké. Ik heb die aflevering samen met Peter. Ja, dat was in België. Ja. Maar. maar ik heb ook eens in Cap d'Agde gezeten, een aantal jaren geleden. Dat is al een heel aantal jaren geleden. Toen Grijpel won, als ik me niet vergis. Dat is al lang geleden. Dat is, ja, dat is lang geleden. <laughs> uh, hoe is die vriendschap met Peter eigenlijk ontstaan? Well, door samen te werken. Dat is heel dus simpel. na de carrière pas? Ja, absoluut. Door, door, door samen te werken. Ze hebben ons samen gesmeten uh, om commentaar te geven. En dat klikte eigenlijk van... Uh, van het eerste moment. En natuurlijk, je, zei, je geeft niet alleen commentaar. Uh, als je Champions League doet, wat ik net zei, uh, we vertrekken een dinsdagochtend. en we komen een donderdagmiddag terug thuis. Dus je zei, twee dagen en een half, zitten samen onderweg. En als je dan een beetje overeenkomt, ja, dan worden we eigenlijk automatisch bevriend. Ah, ja, dus, ja, dat is ja, daarom dat wij dat niet zijn. <laughs> ja. Gaan we daar weer over beginnen? Tot een graf knippen. Dus, uh, die Proximus die deden vorig jaar bij de Champions League terugvlucht hè, zo ja, ja, compilatie ja, achter man. de schermen na elke speeldag en daarin waren jullie wel veruit het joligste duo. Ja, dat is waar. Daarvoor keek dat jij. We zijn geweldig jolig. Ja. Ja, maar, denk, ja, maar dat, dat, is toch, dat is toch iets dat echt in jullie vlees <laughs> zit? Want je moet het ook nog willen. hè allee, nee, dat je weet ik ook moet wel dat zeggen, het gefilmd de, de beste idee komen wel van de Peter. En dan denk ik dikwijls: Peter, wat moeten we dat nu echt. Doen? Ik geloof maar ja, gewoon, het niet. Nee. Maar wat ja, dacht je nou, toen naar dat, 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 ja, dat boek uitbracht? Maar dat is eigenlijk hetzelfde als. Jij dit. moest verkleden. In de fond, in de fond we kunnen. Allee, zijn dat dingen dat er eigenlijk niks voor mij is. Dan durf, dat durf ik ook zeggen: dat als het terugvlucht dan denk ik van: oh mannen, we hebben die match gedaan, moet dat nu echt. Maar ja, goed, als dat dan gedaan is en als dat dan gemaakt is, dan vind ik dat ook wel tof. Dan denk ik van ja, tof gedaan. Maar ja. Ja, dat is, want dat is wel iets. Maar ik moet zeggen, ik denk hoe ik het ga zeggen. Als je die filmpjes ziet en zo, dat is niet hoe ik dacht dat je het zou zeggen. Nee, zijn, nee, het nee is maar helemaal dat is wel anders waar. dan die Marozen. Maar daarom is het goed, en om dan nog eens terug te komen op, over de oceaan, daarom vind ik dat wel goed dat je een keer dat soort programma kunt doen omdat je daar uh, niet een ex-voetballer bent. Je bent daar niet een analist. Je bent daar gewoon Gert. En dat geldt eigenlijk voor iedereen dat daar op die boot zit. Um, maar je dus, bent toch eigenlijk veel kleurrijker dan je imago is? Ja, maar je kunt als analist... Dan moet ik mijn werk doen. Ik, ik ga niet de vrolijke Frans uithangen nee. tijdens een analyse of tijdens een commentaar. Nee, je, nee, nee, je nee, moet je werk ik. doen. Dus u, uiteindelijk is dat... Is dat, en dat is met de Peter hetzelfde dat zou je van de Peter zo veel Geen mensen dat, dat ook Tzellende niet denken van, van Peter hetzelfde, nee, maar dat is ook dat je een, een professionaliteit hebt in je vak het is pas als we meer gehad hebben, dat we zo'n whatsapp daarmee spraken, dat ik ook dacht ja, en dat zal dat altijd, altijd bewaar blijven ik vind het ook superbelangrijk, dat je die serieus en die professionaliteit houdt in je, in je werk ja daardoor kunnen niet laten zien wie dat je echt bent als mens, dat weet ik wel maar denk je niet maar, op zich dat het, het kijkerspubliek die naar een voetbalmatch aan het kijken, zijn daar ook wel open voor zou of dat graag zouden zien dat jullie diezelfde ja, humor van dat, dat past Je moet wel eens dat, dat is niet mijn idee je niet dat is niet mijn idee over ver dat je zwaar humoristisch moet gaan maar een beetje zou nee. toch wel moeten kunnen nee, maar nee? Dat, is niet, dat is niet mijn idee over commentaar geven in ieder geval nee, nee? want ik vind dat zelfs een beetje vervelend als ik luister als het te plezant is tussen commentator en co-commentator dan heb ik zoiets van, ja, hallo, wij zitten hier ook. Hè? Ja. Is dat echt? <laughs> Ja, dat is zo. Je moet, je moet altijd rekening houden met de kijker. Ja. Er zijn mensen aan het kijken. Dus die hebben daar niks aan dat jij daar bij je maat de plezanten zit uit te hangen. Die willen gewoon uh, deftig commentaar horen. Hè? Denk S ik, hè. Ik snap het wel. Dat is mijn mening, hè? Ik vind het ook net... Ik vind Gert net een hele goede analist, omdat hij vaak zo... Als we zo gesprekken gaan over, ik zeg iets, gekleurde schoenen, of weet ik veel wat, dat hij zo ineens kan... Jongens, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja, Wat zo dat zou ik bedoelen? Zo niet is, laten meegaan het, in de. Is het ook zo, omdat, omdat je. Allee, ik mag dat toch zeggen. dat je ondertussen. denk ik, de, de beste voetbalanalist van België bent. Verd mening... dan gaat dat nu zeggen. Ja, dat klopt. <laughs> uh, nee, <laughs> dat, dat, <laughs> dat, dat je dat, dat mag ook wel ergens wilt behouden. Nee, ja. Je zei, waarom waarom krijgen daar goede commentaar op? Net omdat je. Allee, dat je veel van voetbal kent. Nee, omdat, omdat ze je appreciëren voor de manier waarop dat je dat doet. Uh, iedereen dat, dat daar zit kent, kent veel van voetbal, hè? of toch genoeg om commentaar te geven. Maar het is ook goed dat iedereen verschillend is. Niet iedereen moet zijn zoals dat Peter en ik dat doen. Hè? Het is dus het verschil. En zeker als je aan tafel zit bij andere analisten, is dat juist, juist goed dat iedereen zichzelf is en anders is. Omdat te veel van hetzelfde zou ook niet goed zijn. Nee, dat is waar. Maar je weet, als je, Peter en ik, dan weten we wat je krijgt. Ja. ja. En, en denk denk, dat gaat niet veranderen. Ondertu <laughs> ondertussen zijn jullie ook wel het, zijn jullie nummer één als duo toch, denk ik? Ik denk dat ze, jullie ook Ja, maar ik. Kijk, dat Sony, ik ben wel heel blij met de uh, 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 moet, moet ik zeggen met, uh, met de reacties dat we daarop krijgen en met de commentaren die we daarop krijgen. Daar ben ik uh, uh, blij voor en en vier op zelfs. Uh, dat geeft mij veel voldoening. Maar goed, het is niet geen een job waarin dat je, dat je uh, je doet die job niet om ten om best te zijn. Of om... nee? Het is geen rangschikking. Ja. Maar, voelt je meer maar ik ben wel blij als... met de, de commentaren. Ja, ja. Voelt u meer gewaardeerd als analist dan als speler? Ja, omdat dat, ga, omdat dat over de kleuren heen gaat. Hè? Voetballer, uh, dat gaat over kleuren. En in mijn geval is uh, 14 jaar blauw-zwart geweest. Ja. Dat is iets anders. Dus okay, je, gaat is... Al heel moeilijk, je gaat al heel moeilijk van andere ploegen uh, appreciatie krijgen. Die zijn per definitie tegen je, want je hebt een ander shirt aan. En, ja. dat is, uh, en ik heb daar de eerste jaren als analist ook nog wel wat last van gehad. Dat gaat weg, dat hebt weg na een tijd. Uh, maar dat zegt wel de kwaliteit als analist. Ja, dat je van dat ja, label afraakt. Ja, af ja maar in mijn ogen is dat geen kwaliteit. Legende. Dat is gewoon zeggen wat je ziet en wat er gebeurt. Kijk, en, maar ja, in die veel maakt shot ook maar gewoon op golven Je moet het goed doen ook. Hè. Ja, maar ja, als je objectief oordeelt en, en, en consequent zijn in je commentaar, in je analyses, dan, dan denk ik dat dat... Uh, hm. Ja... Zet je nu fulltime analist ja. of wel nog coach die wacht nee, op Nee, Ik ben, ben, uh, ben geen coach meer. Nee. totaal niet. Ik heb helemaal dat gevoel uh, niet meer. En ik ga dat ook nooit meer doen. Nee. Hoe zeg je analist geworden? Uh, ja, dat Bart Rijls in de tijd mij dat gevraagd heeft. Als ik gestopt heb met, met shotten, dat was al een jaar voordat ik gestopt was. Dat heeft hij gezegd. Van, ja, als je ooit stopt met shotten, uh, dan zou ik graag hebben dat je dat eens probeert. En zo ben ik daarmee. En is begonnen ja. cursus, opleiding? Nee, eigenlijk niet. Nee, je wordt analyse. voor de leeuw gegooid. Nee, ge wordt. Ik heb, en Bart heeft in het begin wel wat feedback gegeven. Zo. Um, maar, um, en dan vooral ja, samenwerken met goede mannen. En daar nog eens, ja, samenwerken met de Peter uh, brengt u ook naar een ander niveau. Dat is gewoon zo. Ja. Maar tegenwoordig is het toch... Allee, dat tekensysteem dat jullie gebruiken, de data die soms op tafel wordt gegooid, we moeten toch allemaal... Ja, je moet volgen. Hè? En daar helpt natuurlijk je uw, uw trainersopleiding. Helpt daar wel in natuurlijk. Hè? Ook om, dat hoort erbij tegenwoordig. Je kunt niet anders meer. Dat helpt wel om, om, ook om op die manier naar, naar voetbal te kijken. En te weten waar, waar dat het over gaat. En te weten waar dat trainers vandaag en dag mee bezig zijn. En dat besef ik heel goed. Als je daar uitstapt, zoals ik nu gedaan heb. Ja, wordt dat moeilijker en moeilijker om, ja, om die voeling te houden. En om nog te weten wat er echt speelt uh, in een trainerskabinet, waar dat ze echt mee bezig zijn, ik probeer dat wel wat op te vangen met wat vakliteratuur en wat, maar ja, helemaal weten hoe het er echt aan toe gaat, dat gaat met een tijd wel verdwijnen. Dus ik weet, besef heel goed dat als ik ooit 65 word, ja, dat je dan misschien nimmer echt mee zult zijn hè, met wat er. Nee, want je moet het, je moet het kunnen uh, visualiseren naar je publiek. Hè? Wat jij op het veld ziet, moet je ook nog wel kunnen vertalen ja. naar ons. Ja, maar dat durf ik wel zeggen van mijn eigen, dat ik dat heel goed kan om in een minuut tijd uh, genoeg te zeggen en dat iedereen het nog snapt. Hè? Want je kunt ook een analyse geven ja. of van alles vertellen wat niemand nog aan uit kunt kan. Uh, daar heeft niemand iets aan. Om te tonen dat je er heel veel van kent. Dus je moet je eigenlijk je op korte tijd, en ja. voor mij ook het liefst met beelden, omdat beelden maken heel veel duidelijk. En als je een paar beelden laat zien, dan kun je in korte tijd echt wel uitleggen. Het is ermee ook dat ik altijd voetbal praten. Uh, dit soort gesprekken zie je nog wel, maar als ja. we zelfs uh, over tactiek zouden ja. beginnen... De, voor mij over tactiek praten, uh, zonder beelden, dan praten in het eilen. Hè. Niemand weet nog wat het over gaat. Niemand kan nog volgen. Hè. Daar heeft eigenlijk niemand iets aan. Ik, ik moet meteen denken aan dat reuzenbord. Tijdens, uh, wat was het? Het laatste EK. Ja. Uh, dat was toch een stap daarin. Dat, dat ze proberen te zetten om daar nog duidelijker visueel ja, voor te stellen. De vraag ja, is alleen of... entertainment. Dat is tactisch. Dat is dat tactisch. Vind ik. Dat is ja. entertainment de... ook. Ja. ik vind dat ook. Ja, ja, uh, ja oké, okay, maar dat doe om... wel wat je wilt, toch? Jij kunt beelden erop. Ja, natuurlijk, maar die, als, je het, als het vooraf gemaakt is door, uh, door, door een Zemmer of iemand in de regie. Uh, die gemaakt heeft wat jij gevraagd heeft. is dat, wat mij betreft even goed. Ja. Het maakt het alleen voor ons nog moeilijker. omdat het tekenen en praten tegelijkertijd. En, en helemaal als een techniek volgt, is het nog. Okay. Ça va, maar <laughs> ja. soms volgt een techniek niet. en dan stel je daar. Uh, dus ik vind dat, dat is moeilijker. Hè? Voor ons is dat moeilijker om dat op die manier te doen. En ik volg Sam wel. Het is ook een stuk TV maken, dus wat In zo'n studio ook. Er gebeurt ook iets. En het duurt langer. Het duurt langer hè? Hè? Als je daar aan dat bord staat en je moet zelf tekenen en zelf iets uitleggen, dan gaat en, uh, tijd op TV, monica. kost geld inderdaad. Dus dan stel je daar twee minuten. Terwijl als je dat beeld gewoon klaargemaakt vanuit de regie laat lopen, is dat op 30 seconden weg. Hè? Is maar is het, ik heb zo ooit het, het grote voorbeeld dat op internet circuleert. Oh, is Thierry Henry, die het voetbal van Guardiola analyseert oh, met zo'n megaport. Ja, iedereen dat vindt dat fantastisch, een... maar als je daar goed in luistert, wat hij hem eigenlijk vertelt, en dan achteraf nog zo denken: wat hebben we nu eigenlijk gezegd? Iedereen is daar zot van, van dat de, de fragment. Nou, hij moest ik, links blijven om ruimte ik, te trekken voor Messi. Yo, ik heb daar zo gedacht van, ja, het zal wel. Maar voor mij is <laughs> het. Niet. Ja, nee, dat is echt waar. Ik vind dat niet... Ja. Ik vind het... dat, dat ziet er gewoon indrukwekkend uit. De manier waarop met dat beeld. En dat... Ja, maar als je inhoudelijk, ja. inhoudelijk uiteindelijk je gaat, gaat zeggen. wat Kijk. heb je nu eigenlijk gezegd? Ja. of waar gaat het hier nu eigenlijk over? Ik vind dat zeer beperkt. Dus eigenlijk wilde jij ook tegen. Ik hoorde daar niks nieuws ja. over. wie ik ik: van een mij ja, okay. Maar wij wel. Hè. Ja, mij, wij wij doen Nee, ja, ja, dat is nu wel. Want, ja. nee, want, want dat bestaat niet in het voetbal ook niet. Iedereen denkt dat er van alles is. Maar het is ook. Maar nu Qatar komt eraan en zegt je dan tegen Karel van Nieuwkerk jongens, dat bord laat dat deze keer maar achterwege. Of moet je dat Dat weet ik niet, daar hebben we niks aan te ja. zeggen. Maar als dat, als dat zo is, is dat voor mij goed. Hè. Je... Hoeveel wedstrijden doe jij zo per week? Ja, dat dus is moeilijk te zeggen. Ik zou me nu zeer populair maken om te zeggen dat ik twee tv's heb en dat ik twee matches tegelijk kijk en vijftien uh, matches zie op een weekend. Maar dat is gewoon niet waar. Maar ik, en hoeveel tv's? Gisteren bijvoorbeeld een zondag als analist? Eén uh, per weekend. Eentje maar. Hè. En dan een Champions League. En Champions League doe ik sowieso dinsdag, woensdag. Um, maar, en af en toe een buitenlandse match ook. Wel in kot. Ja. Um, maar zo Johan Boskamp-style thuis? Maar nee, en... ik heb nu gisteren vier matchen gekeken. Die vier matchen dat er uh, gisteren waren, die hebben naar elkaar gekeken. En ik geef eerlijk toe, ik vind dat heel moeilijk. Omdat, en liefde, ik kan niet ja. zeggen dat ik van die vierde, uh, ik weet dat ik het gezien heb. Ja. Maar. Vraag mij nu geen uh, doorgedreven analyse van die vierde match, want dat is. Well, het, ik begrijp, echt wat je bedoelt. Ik ook. Ah, Als ja, ik met Filip Jozef over een match spreek, die ik ook gezien heb, die kan zo over een fase spreken. Dat ik denk, maar ja, ik ja. heb die match toch gezien? Ja, ja. Gewoon oh, daar niet op. Maar komen. Ook omdat er verschillende manieren zijn om naar een match te kijken. Hè. Als je bij mijn analyse. Ja, dan noteert. In de nacht erop, ja, dat noteerd ook. En dan kijk je anders naar een match ja. dan dat je zegt van, ja, ik zet mij nu gewoon om eens naar die match te kijken. Dat is anders. Hè. Een dag is ook lang, hè? Om uur Omdat je begint dat, hè? Het grote verschil is voor je eigen te amuseren of gewoon de match te zien, dan volg je de bal. En als je analyse moet doen van een match, dan volg je vooral niet de bal. Vooral hoe dat spelers ah, ja. lopen die dat de is bal niet hebben. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het grote verschil. En dat is niet gemakkelijk soms met de regie, hè? want ze knippen naar van alles en nog wat hmm. dat je net de looplijn mist. Of... Ja, ja maar je zit daar. Alles wat van de bal gebeurt, ziet je van En je, je kunt pv. ook veel uh, manipuleren of valspelen in die zin. En daar heb ik in analyse soms wel een probleem mee. Dat, uh, beelden stopzetten. Ja, sorry, de, in een match De het beeld staat nooit stil. Hè. Maar in analyse wordt dat eigenlijk veel gedaan: stopzetten en dan de pijl trekken. Maar ja. Van nu uit hem naar daar moet Dat is niet huissend, helemaal ja. de realiteit. Het lijkt me van een speler meer tijd om na te denken. Uiteraard. Ja. En dan lijkt een gatje van een meter waar een pijl door kan. <laughs> Is op dat moment van stilzetten een meter, maar uh, een fractie van een seconde later was dat geen meter meer. Ik kan die bal dan niet meer door. Hè. Dus ja. ik vind uh, je kunt daar je kunt veel uh, als je wilt je kunt, uh, van alles laten zien en je kunt nog eens met andere beelden het tegenovergestelde laten zien. Vraag mij heel hard af wat daar ook de toekomst van gaat zijn. Want we hebben we ondertussen niet al alles zo wat gezien? Ik zie nu al in Spanje met die 360-graden camera's. Uh, expected goals krijgen we nu ook mee van 11%. Ja, ja De probability, de kans op de score, dat vind ik altijd zo'n lage percentage. Ja. Ik ook. Ik weet niet van waar dat dat komt. Van machine dat dat, wat dat dat doet, maar zo'n zo, in, kans in, in de rechthoek vlak voor de goal: 11%. Dat ik denk van ja, als ik nu 100, 100 keren mag shotten vandaar, shot ik er meer dan 11 keren binnen. Ja. Allee, ja. ja, dat is waar. Ik vind dat, ja, is dat heel raar. Ons, ja, ik vind dat Am zeer lage percentage. Moezoe gisteren viel mij op. He, die bal dat hem aan een tweede paal binnenshot, dat was een laag percentage. Terwijl het was bijna in de kleine uh, 5-6 mm -hmm. meter. Dat ja, ja. is waar. Ik vond het leuk, uh, ik weet niet of je het gezien hebt, ja, in Keulen bij een Friendly, oh, ja. hadden ze een bodycam aan. Ja. Mm -hmm. Dat kan wel zo de ja, volgende ja, stap is, zijn, want dat was dat... wel... En dank je analyse is ook wel... Dat is waar, uh, dat is heel goed om eens, om eens te beseffen wat een speler ziet. Ja. Wat zijn, uh... Maar en ik denk ook, met dat de jeugd zoveel FIFA speelt en zoveel games speelt, mm -hmm. waar je dat camerastandpunt hebt, mm -hmm. dat, dat misschien wel kan werken om die... Daarmee in te trekken. Ja, en op grote toernooien krijg je ook zo die vogelcamera's. Dat je heel, heel de mm. tijd poppetjes eigenlijk ziet. Mm. Uh, zo meer voetbalmanager-stijl. En daar kun je met tactiek ook wel veel aan duiden. Maar het belangrijkste is nog altijd uh, de match zelf en de beelden zelf. En ja. data is voor mij ook nooit een uitgangspunt. Dat is, ja. Om iets te bewijzen, moet je niet vertrekken vanuit de data. Je moet het eerst zien op beeld. En klopt, het idee dat je hebt. Van, van uw match, van de beelden dat je gezien hebt. Om dat te gaan verifiëren of dat, dat klopt, en dan naar de data gaan kijken, dat is voor mij wel oké. Okay. Maar uitgaan van data, data als uitgangspunt. Dus dat tegen je ook zo als trainer dan? Omdat, ja, dus als trainer ook. Omdat, uh, ja. Elke match heeft zijn eigen, zijn eigen verhaal en een scenario van een match. Dat is wel met, met balbezit. Ja. Dat is altijd Een ploeg die gescoord heeft, geeft automatisch wat meer balbezit weg aan de tegenstander. Die staan dan achter, dus die krijgen dan automatisch wat meer balbezit. Ja. En de, en op die manier moeten we dat ook interpreteren. Ja. Zijn de fysieke statistieken wel niet belangrijk? Ook belangrijk, Gewoon ja, puur ja, wel. Dat is omdat belangrijk, dat ook omdat, Europees... je daar, omdat je daar ook uh, spelers mee kunt confronteren, als je dan trainer bent omdat er spelers uh, vaak na een match het gevoel hebben van oh, ik heb veel gelopen. Ja. Dat, nee. is, dat is zwart op wit. Hè. Ja. Ja. Vroeger konden dat nog zeggen, hè, want ik heb, toch, ik heb toch hard gewerkt. Ja, nee, nu is dat zwart op wit natuurlijk. En ook high intensities en zo, dat is, dat is, wel, dat is zeer belangrijk natuurlijk. Ja. Als ik Circle Brugge bezig zie, dan, dan is dat laatste bij hun, die high intensity. Mm -hmm. Als je daar niet in mee kunt, word je gewoon zelfs niet gekocht. Nee, dat is waar. En dan zie je ook dat het eigenlijk geen kwestie is van veel lopen. Want het is niet dat ze daarom meer lopen dan, dan een ander ploeg. Uh, maar het is wel de snelheid waaraan geloopt. Die is zeer bepalend. Hè? Mm -hmm. Wat mij opvalt, de, de laatste tijd is dat jullie bij Eleven allemaal wit hemdje en blauwe ja. blazer hebben. Ja, dat is Dat is stresscode, Vind ik jammer. Ik al een petitie starten om dat af dus, te schaffen. Uh, we we, 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 we mis moeten met een baas zijn. Een we moeten met een baas. Oh, maar kijkt dan, denk ik. Ja. <laughs> maar, nee, goed. Uh, uh, maar dat geeft ergens. Ik snap het. het ik is vind wel dat wel zo. Dat, dat geldt niet alleen voor voetbal, maar ik vind dat. Uh, sowieso, tv-programma's, zoals een tafel met, met vier of vijf mensen, als die een beetje overeenkomen qua kleur, geeft dat wel wat meer rust op hun tv dan dat er een zit met een bloemetje en een ander met streepjes. Dat is weer laag, nee, Denk ja. ik, Oei, dan scoren wij daarin geen goede punten, vrees ik elke keer. Nee, maar week. ik denk dat <laughs> meerdere dingen geen goede punten scoren. Ja, maar je wilt, ik wil wel geen uniform, hè. Toch niet, dan niet, hè. Nee, nee, dan dat past ook niet Ik Ja, maar... een 11-badje uh, allemaal. Nee, maar er zijn er veel, Franse, veel Franse zenders die hebben echt, een, die hebben echt uniform. Ja. Ja. Goed, nu we een van de beste analisten van België in ons land hebben, een paar analysevragen. Als ja. dus jij kunt meedoen als analist, Evert. <laughs> Uh, Wordt Club Brugge kampioen met hoefkes als trainer? Ah, voorspellingen. Voorspelling. Dat zijn twee vragen eigenlijk. Uh, ja, en toch niet? Een A en een B vraag. Ik zeg toch uh, ja en ja. Gewoon puur hm. omdat Brugge gewoon sterk is en nog wel iets gaat doen op de transfermarkt en een goede bank heeft. Tja kijk kijk Ja, nee, passen, omdat, je, uh, omdat, omdat je altijd zit uh, met die drie keer na elkaar al kampioen. En dat maakt het super moeilijk. Dat is waar. Ook voor Karel zelf natuurlijk. Um, dus dat is, dat, is een, dat, is, dat is de grootste moeilijkheid. Elk jaar opnieuw. Vooral voor degenen die er al waren natuurlijk. Voor nieuwe spelers geldt dat dan iets minder. Um, en dat zie je nu ook. Weer ja. opnieuw beginnen. Zie je ook aan Hans bijvoorbeeld? van Haken, ja. Zie je dat ook? En dat is logisch. Dat is logisch. Ja. En als ik terugkijk naar mijn eigen periode, als dat mag, dat is. Ik ben er ook nooit in geslaagd. Alleen ik met de ploeg dan. Om twee keer na elkaar kampioen te worden. Ik weet hoe moeilijk dat, dat is, omdat ik het jaar nadien onbewust. En er altijd zoiets van: Ja, we zijn kampioen geweest. Allee. komt wel goed. Ja. ja. Dat is zeer onbewust. En als dat, als dat bij iedereen zo 10% minder is. Is dat vervelend? Die gaan we dat merken aan de ploeg. Um, maar goed, het is nog heel lang. Hè? En inderdaad, met die transfers. Uh, goed, dat ze, ik heb wel zoiets van: die dat voor Club Brugge eindigt, is kampioen. Uh, die hebben ik zo veel, ja, waanzinnig ja. veel geld al opgehaald. En ja. stel je voor dat lang ook ja. nog ja. gaat. Ik, ja. ik verwacht dat ze met al dat geld toch nog eens iets gaan doen. Wat een andere Belgische ploeg niet kan. Gewoon ene gaan halen. Gelijk een Scovolsen, die meteen impact heeft en die ploeg meteen ook sterker maakt. Zij kunnen dat echt. Maar hey, die hebben geld, jong. Dat is niet ah, normaal. Ja, ja. Maar ook met Scovolsen weten dat ook niet op voorhand. Even, dat is nu zo, maar je weet dat niet op voorhand. Hè. Ja, ben ik wel, wel als wel. aanlegd van jaloers op. Oh, omdat ja, ze, hebben nog, ze hebben er ook nog? gekocht uh, van 10 miljoen. Uh, okay, die rekenen. ze hebben al moeten ja, terug ja, wegdoen. Hè. Ja. Die, niet. Dus 10 miljoen uitgeven is nog altijd geen garantie Zwaar. Op impact of op een goede speler. Oké, okay, tweede stelling. Het schijnt dat jij vindt dat Amrecht een minder goede ploeg heeft dan vorig seizoen. Ja, ik vind het wel. Ja, ik ben nog niet overtuigd. Misschien nee. ik ik dat niet in beter. Sam zijn vind, mogen. Nee, ik vind die <laughs> nee, niet beter, ik vind niet beter dan vorig jaar. <laughs> tenzij dat, um, tenzij dat het, die twee spitsen, Silva en Esposito, dat die echt het helemaal gaan maken. Daar geloof ik wel in. Bijvoorbeeld. Ja, dan weer wel. maar wel. wel een naïeve fan daarin natuurlijk. Ja. ja. ja maar voorlopig, ik vind allee, de, de dynamiek die de ploeg uitstraalt, de energie die de ploeg uitstraalt op dit moment, hè, dat, is, dat, is, dat is niet genoeg om kampioen te worden. En dus, zeker Mazu zal dat ook vinden. Ik denk dat dat... Want dat is vooral ook zijn, zijn en dada. Dus dat, Maar goed, als die twee spitsen... Dat we het uiteindelijk helemaal, helemaal maken, dan, uh, dan is dat een ander verhaal. Want al, al de rest. Het, is, uh... het zou op zich wel goed zijn dat Anderlecht hmm. toch nog eens echt helemaal meedoet tot de allerlaatste speler. Dat zou goed zijn voor ja, de hele maar... maar ja, dat zou epic zijn. Ja. Maar Antwerp, In Antwerpen gaan niet stoppen totdat ze kampioen zijn. Hè. Als het niet... en ik verwacht Je ook wel veel van Genk. Hè? Ja, maar die heeft toch weer pech. Allee, Franken dan, als je dan ziet. Allee, ineens komen die weer met heel veel spelerswisselingen af. En nu eigenlijk, je seizoen is volop bezig. Ik vind dat wel zot dat dat bij Genk zo lang geduurd heeft. Allee, je hebt nog Dessers en ineens gaat die nu toch nog weg. En dan heb je ook nog Watje op de bank, die eigenlijk al lang weg wou. En allee, ik vind dat... Het klopt eigenlijk niet dat het seizoen al zo ver mijn... zit en ja. de transferperiode nog bezig is. Hadden ze dat niet mei juni kunnen oplossen? Die spelers die wilden toen toch ook al weg. Ja, maar je moet er clubs voor vinden, hè. Ik vind ja, het toch? altijd raar dat dat nu ineens allemaal kan. En in juni wou we die toch ook weg. Ja. Dat is gewoon super moeilijk voor een coach. Want ja, zeker bij Franke, die gun ik echt om het goed te doen, dat hij ook weer niet bij een topclubrap ontslagen zou worden. Dat zou ik dood, allee, doodzonde vinden. En ja, hij wordt gewoon niet geholpen door de omstandigheden. Hij is ja, nu maar bezig. Het is eigenlijk overal zo op dit ja. moment. Hè. Ja, dat, dus... Je kunt het niet goed Absoluut, doen. Als er zijn coach. ook nog precies meer dan vorige jaren meer spelers zonder contract die nog niet. Bij een ploeg zijn aangesloten terug. Dat mm -hmm. vind ik ja. ook veel. Mm -hmm. uh, meteen na de voetbalcarrière wordt je trainer van de belofte bij Club Brugge. Was dat... Hoe zeg je? Ik was even niet mee. Er is ja. mij verteld door Quinten. Ja. Meteen, <laughs> meteen al indekken, meteen na de spelerscarrière dat je trainer wordt bij de belofte van Club Brugge. Ja. Uh, was dat te snel? Want je stopt na een jaar al. Oh, dat dus was nee, een nieuw ding. Nee, of... de, de, de reden dat ik na een jaar ben gestopt. Het uh, was eigenlijk een privé-situatie, waardoor we de kans hadden om in uh, knokken een kledingzaak over te nemen. En dat was het enige ding daar, dat was niet... Ik kon moeilijk uh, die zaak overnemen en zeggen tegen mijn madame van... Uh, jij mag in knokken gaan werken, zal ik zal hier wel op mijn gemak wat training geven. Dus we hebben dat samen gedaan Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk... Uh, dat was eigenlijk de consequentie van... Uh, maar wel nog in het achterhoofd het van, van, Ooit misschien wel nog. Ja, toen nee, ja, toen helemaal niet. Ja. Ook niet. Totaal okay. niet. En dan dat trainerschap later, heeft ik ga Ild verhaal vertellen, dus ik ben na een jaar gestopt uh, door de overname van, uh, van die kledingzaak. Uh, en ook omdat ik toen commentaar gaf, en ook wel gewaar werd je staat nogal gestaald op de loonlijst van Club Brugge. En ik vind niet, en ik vond dat voor mezelf al zeer vervelend, want ik deed het matje van Club Brugge, je doet het matje van Anderlecht, van concurrenten van Club Brugge. Van Club Brugge, ja, ik bedoel... Kun je dan iets zeggen over Anderlecht terwijl je op de loonlijst staat van Club Brugge? Of kun je iets zeggen over Club Brugge, over die hoofdtreiner, terwijl je op de loonlijst staat? Ja, Moeilijk, ik vond dat zeer vervelend. Ik had daar echt een slecht gevoel bij. En daarom, op dat moment dat die kans er was om, om die kledingzaak over te nemen, had ik zoiets van, ja, dat is dan wel een goede combinatie. Dan heb ik iets uh, voor in de week te werken die niks met voetbal te maken heeft. En kan ik het weekend mijn gedachten zeggen en moeten niet meer zitten denken: van kan ik dat wel zeggen? Kan ik dit wel zeggen? Dan zijn we vrij om te spreken. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat ik, ik daar toen mee gestopt ben. En omdat ik ook niet de brandende ambitie had om absoluut trainer te worden. Wat dat wel nodig is, denk ik, want je steekt er zoveel ah, tijd en dingen in. En dan zijn we er. Hè? Dat moeten we hebben. En dan later, hè? Uh, ik, uh, ga weg bij Wimmerdam. Er komt een scheiding. Er komt een verdeling. De winkel gaat naar haar. Uh, dus ik had geen winkel meer. En dan heeft Doen die op de Bond werkte, gevraagd: van, Heb je geen goesting om terug jeugdtrainer te worden? Er is een plaats vrij bij de U19. En dan had ik zoiets van: Oké, okay, uh, Plezant. Terug jeugd. Uh, ik heb terug iets te doen. Uh, buiten commentaar geven. Ben daar ook aan begonnen zonder ambitie. Uh, en na vijf jaar en zo komt dat dan natuurlijk je stapt dan wel in het trainerschap en dat gaat goed en ja dat want je begint telefoons dat je dat goed deed en dat je dat komt en Gert is echt goed bezig ja, in 2019 voilà. dus dat was, dat dat was echt. Werd, dat ging heel en ik doe dat rond. ik deed dat heel graag ook ja. ik deed dat toe ik deed dat heel heel graag dat was heel plezant ook om te doen Um, dat gaat veel voldoening, omdat je die gasten beter ziet worden. Je ziet die, matchen, uh, die gasten matchen winnen. Je ziet die later, als ze doorbreken of, uh, of echt transfers maken, zie je die groot worden. Maar wat je daar nog mee gewerkt hebt, dat is heel plezant. Uh, maar dan uh, komt het op een punt, zo, na een jaar of vijf... Nu, ze begonnen al te bellen na twee jaar, maar dan, ik heb heel lang afgehouden. Ik dacht van nee, uh, ik wil geen trainer worden in de eerste klas. Ik ga dat niet doen, ik ga, ik ga hier blijven. Maar goed, na vijf jaar heb je dan toch zoiets van, allee. Ja, allee, we zullen het dan toch maar doen. En we zullen het dan ja. toch maar proberen. Niet omdat je zelf de brandende ambitie hebt, maar omdat iedereen tegen je zegt van, Gert, je moet dat doen, Je hebt echt de kwaliteiten ervoor. Je gaat dat goed doen. En dan denk je van, ja. Maar dat is dan ook wel aan een heel ander tempo. Dan de ah ja, N19 natuurlijk. Dat heeft niks met elkaar te maken. Nee. Je kunt nee. zeggen dat is trainerschap, maar dat ah, zijn ja. twee dingen die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Een heel ander leven, een heel andere wereld. Um, dus ja, zo is dat eigenlijk gegaan. En zo heb ik dan uiteindelijk tegen Oostende gezegd: Ik uh, ga dat proberen en ik ga dat doen. En een voorwaarde was wel dat ik met mensen kon meepakken. Ik heb dan Patrick Kremers en Frankie van der Velst, die al bij mij zaten, U19 mogen meepakken. Ik dacht van ja, op die manier wil ik dat wel doen. U um, Broos had er dan als technisch directeur, als sportief directeur. Dus dat leek mij dan toch wel een verantwoorde keuze of een verantwoorde zet. Achteraf is dan gebleken dat, uh, dat ik dat beter niet had gedaan. Want, en ik ben niet iemand die rap spijt heeft van dingen. Maar ik dus moet daar ook geen spijt van hebben dat ik, nu, dat ik nu geen trainer meer ben van de U19, maar... Uiteindelijk was dat op mijn lijf geschreven. Dat was heel goed. Trainer zijn van de U19, met die jonge gasten bezig zijn en commentaar geven. Maar ook daar weer, en dan kom ik terug op dingen, want ik ja. kwam wel bij al die clubs langs, hè, om uh, uh, te zeggen hoe dat ging met die mannen bij, bij ons dan, hoe dat ze gespeeld hadden. Goed, je hebt veel, veel contact met alle clubs eigenlijk. Dus ja, daar kwam er ook weer af en toe in conflicten. Dat ja. je toch iets moet zeggen over een club: van het gaat niet goed, ze spelen slecht. En nou, een dag nadien, die jonger en jonger En debuiteren. een dag nog dien, en een ja. vergadering met, met Jean Kinderman. En je, just op op heeft gezegd dat ze niet goed spelen. Ja, dat is vervelend gewoon. En ze hebben mij dat nooit kwalijk genomen. Maar ik voel wel aan mijn eigen ook: van ja, dat flinkt hier weer. Dus uiteindelijk is dat ook moeilijk. Vind ik dat ook moeilijk voor een werken in de jeugd en commentaar geven. Ik vind dat ook een moeilijke combinatie. Is het ook niet die stap van van de jeugdtrainer bij de nationale ploegen naar fulltime clubtrainer, het momentum gewoon, is het, was het gewoon niet puur de situatie bij Oostende die misschien net niet de juiste was om in te stappen? Uh, ja, maar dat weten pas achteraf. Van tevoren, weet je, zo, zo is dat met elke keuze dat je maakt, natuurlijk. Maar ik heb er geen spijt van dat ik dat gedaan heb, want nu, nee, want nu weet ik het, het, weet weet het echt ja. hoe dat is, want anders zou ik, ik dat heel mijn leven hebben uh, uh, meegedragen. En van, ja, ik had het misschien toch moeten proberen. Uh, ik weet het nu wat het was. Uh, maar laat me nu maar rust. <laughs> <laughs> ik heb heel veel, veel respect daardoor. Dat, uh, het respect is nog gegroeid. Ik wist hoe moeilijk dat was, een job, dat wist ik wel. Ja. Maar mijn respect is nog gegroeid voor mannen die dat daar uh, heel hun leven volhouden en, en dag in, dag uit, dat doen. En dan van ene club naar de andere en ontslagen. Een week nadien, hop, ergens anders beginnen. Ah, nee, heel veel respect daarvoor. Want het is, uh, is echt niet gemakkelijk. Elke zomer opnieuw gaan er toch... Toch nog eens clubs naar u bellen of sturen? Van nee, dat is nu nee, gedaan. Omdat je ook wel, ze weten dat ook wel ondertussen. Als je dat een beetje laat voelen. Dat je te slim om trainer te zijn? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, maar ook wel, uh, wel als ik. <laughs> als mag zeggen, niet helemaal het juiste karakter. Dat is wel waar. Uh, in de zin van. Je, je, moet, beeldig, eigenlijk, dan misschien. Ja, je moet eigenlijk. Ja, ik moet eigenlijk een zeer positieve mens zijn. Hè? Ongelooflijk positief moeten zijn. Nochtans, ja. ik ken een paar trainers waar ik positief niet aan zou plakken. Nee? nee? Die zeg, zijn toch altijd van, zelfs als ze zwaar verliezen, is er toch nog altijd iets heel goed gebeurd? Nee? Ja, Oké, okay, dat is wel waar. Ja, ja dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik en nou. uw spelers dus, blijven en motiveren. En ik was, en dat, is, dat zit in mij, dat zit in mij, ik weet hè. dat. Zit, dat is wie dat ik ben. Daarom denk ik ook dat analyse zo goed bij mij past, omdat dat echt zeggen is hoe dat is. En niet Geen een beetje bullshit, meer of een beetje minder ja. is Dat is het, en niet anders. Uh, dat je dat eigenlijk tegenover je spelersgroep... Beter niet doet. Dat is eigenlijk het beter altijd een beetje positiever zijn. En ik ben van nature yes. daar niet het. goed genoeg in. En ik weet dat als ik met andere mannen dat ik goed ken, bijvoorbeeld Flip Clément en zo, ook als ik die privé wel eens sprak, ja, terwijl het op dat moment heeft, kan hij gerust zeggen van een speler: uh, ik zeg nog maar iets van Badji, kan hij gerust zeggen van, ja Gert, ik laat die nu wel spelen, maar eigenlijk. Zie ik je dat ook niet? Hè. Ja. Als ik dan zeg van well, Flip, die een badgie. ik zie dat echt niet, ja. wat zie je daarin? Dan zegt de Flip ook, dat, ook privé zegt hij: Ja, maar Ger, pas op, dit en dat, goed en van <laughs> de week op training. Dus dit is gewoon van nature, die hebben dat zo. Maar in de, uh, enfin, ik heb er met Jeff Browers ook wel over gesproken, omdat je uh, krijgt persoonlijkheidstesten en dat je uh, ja. voor je diploma gaat, voor je Pro License. We werken veel met Jeff ook. Uh, en als je ziet wat uh, toptrainers scoren op grondhouding, noemt het? Dat is hoe je aan de basis naar dingen kijkt. Uh, daar scoren topcoaches, niet alleen in het voetbal. Coaching, tout in de sport. Die scoren er allemaal hoog. Hè? Die zitten daar allemaal 8 op 10, 9 op 10. Hè? Die, scoren, positief. die scoren hoog. Ja. Zeer positief. Ik score daar 2 op 10. <laughs> dus ik heb een zeer lage. Ja, lachen? zeer negatief. Je kunt er niet mee lachen. Hè? Ik heb een zeer lage grondhouding. Hè? Dus ik kijk per definitie al. Ja, met argwaan of met iets wat negatieve gedachten aan de dingen Dat is niet erg, daar houdt u niet tegen om coach te zijn, maar je moet dat altijd wel beseffen van u, dat je dat zo bent en dat je dat hebt. En je moet daar in je communicatie altijd rekening mee houden. van De gedachte dat je hebt, komt vanuit je grondhouding. En je moet daar... Het ja, klinkt wel toch een beetje, om daar rekening mee te houden. Je moet ja. daar wel een beetje tegen strijden. En dat is zo. Is ik heb dat ook moeten doen. Is is ik daar ook, heb daar tegen gevochten. Maar moet, ja. Wordt daar ook bij dat je op voorhand al denkt dat je gaat verliezen? Is dat dat ook? Dan zo wat negatief uh, van. Hoe ja, je had, ja eigenlijk beseffen, worden na analyse van een tegenstander, weten van daar kunnen we nooit van winnen. Maar je moet toch tegen een groep gaan <laughs> zeggen. Ja, je moet toch tegen een groep <laughs> je Nee, moet, ik snap het wel. Je moet toch tegen een groep ja. gaan zeggen: We gaan winnen vandaag, mannen. Het Want kan. dit en dat en dat, daar zijn we beter in. En we gaan dat zo <laughs> en zo en zo doen. En eigenlijk oh. weten van uzelf, Ik heb daar drie of vier matchen van gezien. Ik voel er nog niet tegen ja. oh, Dat moet frustrerend zijn. Maar ja. Je lacht nu met mij, omdat nee, ik denk, dat nee, zo nee, zeg, nee. maar denk je niet dat er heel veel gasten zo zijn? Ja, die ik, dat die, ik, die dat... denk ik ook zo bijdagen. Ja. Ik denk ik wel, Jij zou maar... wel positief. Jij ja. bent wel positief, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Misschien moeten wij die testen ook eens doen bij Joost. Ja, ik kijk we er wel naar uit En zo is het ja, ook gestopt bij ja. als Stel, omdat ik ook niet meer wou liegen. Ik wou ook ja. niet meer, ik ben ook gezegd, zeg, ik ga daarmee stoppen, omdat dat, je kunt niet, je kunt niet uh, tegen een groep liegen, of denken van, of er nog in geloven, of denken dat het nog gaat veranderen, of dat nog gaat keren. Maar Terwijl je dan je dan als, zelf, als speler ook wel, zonder dat je dan naar de groep zijn, maar Ja, ja ik had dat zelf ook. Ja. Ik had we had spelen tegen een tegenstander waar we nooit van gaan winnen. Dat had ook. En en ik had dat wel te... iets van nodig, want ik sliep heel veel met de Frankie. Ik vroeg aan de Frankie altijd: van ja, Frankie, wat gaan we doen? Alleen Fox. Maar hoeveel van, gaan, we we gaan we verliezen? Nee, nee, ik zei: <laughs> Fox, we kunnen winnen morgen. En dat, Fox zei: van ja, we gaan winnen, we gaan winnen. Dat was het goed. Positieve <laughs> <Als ik> mensen. <laughs> dat ben, was het goed. Maar dat is echt waar. Ik heb altijd zo vast tegen Ploe: die dat, ik zeg nu maar iets op WK k Je moest tegen Brazilië beginnen. Ja. En je mocht dat dan niet zeggen. Maar ik dacht: van ja, seks hebben we naar huis. Hè? Ja. Simple. Maar en begint hij dan tijdens die match? Maar soms je het is vroeg, anders, je vooral met die te bij denken. Bij ja. Bijvoorbeeld die matchen tegen Tsjechië, uh, die kwalificatiematchen tegen Tsjechië, dacht ik dat ook. Hè? Dan denk je ook van, <laughs> ja, Tsjechië. dat wordt niks. Maar allez, we gaan ons best doen. En dan ineens gaat dat heel goed. En <laughs> dan denk je toch van, ja, het kan wel. <laughs> dus ja. ja, want okay. bij Club Brugge, als speler, zat je wel in een ploeg die de meerderheid van zijn wedstrijden won in de Belgische competitie. Dat is helemaal anders, ja, dat is waar. Het is een heel raar gevoel om dan uh, trainer te zijn bij een ploeg die, die amper kan winnen ja, of die heel veel moeite heeft om matches te winnen. Dat is waar. Die dat is een doen. heel ander geven om daarmee om te gaan. Dat is waar. Dat is moeilijk. Ik heb het daar, ik heb het daar ook moeilijk mee gehad en ook met hoe dat spelers bij dat soort clubs dagelijks naar hun werk gaan, want het is werk uiteindelijk. Daar ben ik ook van geschrokken. Motivatie. Ja, motivatie. Inzet dag in dag uit op het veld komen en denken van elke dag beter willen worden. Ik vond dat de normaalste zaak van de wereld, maar dat is dus niet. Hè. Je kijkt, achter, je stapt eerst het veld op als trainer. Je kijkt achter u en er komen er twintig afgesloft en je denkt van allee, Kom op. wat gaan we daarmee? Ja, waar is de goesting? Ja, dat is... Ik zeg Oen... niet dat dat elke dag zo was, maar toch te vaak of toch bij te velen. Ja, dat is waar. En dat is inherent aan, aan, de, aan de club, aan de grootte van de club. Hoe nam Hugo Broos dat eigenlijk op? Toen dat je zei dat je ging stoppen? Want hij had u als TD. Uh, ja, hoe is dat gegaan? Aangestand? Eigenlijk is hij uh, gegaan in een vergadering. Uh, er, was wat, er kwam wat, wat weerstand of kritiek, of hoe dat je het ook moet, moet noemen, vanuit zijn. Uh, en uh, er kwam ook een nieuwe voorzitter. Maar uh, juist gewisseld nog eens van voorzitter. Peter Galant ging weg, kwam een nieuwe voorzitter. De Nias. Uh, en, dat, ja, en dat was dan zo een vervelende. Enfin, ik kreeg daar het gevoel dat het eigenlijk een beetje in mijn schoenen geschoven werd. En dan heb ik gezegd op die vergadering daarvan als je denkt dat het met een andere beter gaat, of dat ik niet meer de man ben op de juiste plaats hier, ik zeg, dan ga ik weg. En je moet mij geen ontslagpremie betalen. Ik ga, je moet mij niks betalen. Als jij morgen uh, dat contract doorscheurt, dan ga ik gratis weg. Ik moet niks niet meer hebben. Uh, dat was de dat zeg de beter niet te veel. Ja, voilà. Ja, ja, <laughs> dus Gert, ga <laughs> okay, ja, dan gaan we dat doen. <laughs> dan heeft het nog twee weken geduurd totdat we zeker waren van behoud. Ja, en na Waasland B speelden we 1-1 gelijk. Um, en dan, uh, dan heeft hij nu tegen mij gezegd: van ja, Het bestuur vraagt of uw aanbod ja. nog steeds geldig is. Echt waar, ik, ik zit hier gewoon ja, de waarheid te vertellen. Of het aanbod nog steeds geldig is. Ja. En, uh, dat moet uh, erg zijn voor hem om dat nu te vragen Ja, dat is, is. wel ja, Als ik dat in die vergadering gezegd had, was hij ook heel kwaad op mij. Omdat hij ook wel besefte wat dat, 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 dat betekende. Ja, ja. Wat dat betekende. Maar goed, ja. Uh, en dan zei hij of dat het aanbod nog geldig was. En dan heb ik gezegd, ja, het aanbod is nog geldig. En dan zei hij van, ja, ze zouden dan willen dat je de laatste twee matchen, want speel Speelweg 28 moesten nog twee matchen gespeeld worden van de reguliere competitie, Speelweg 30, nog twee matchen. Ze vragen dan om die twee matchen nog te doen en dan zouden, dan zouden we stoppen. Ik zeg dat is goed. Ik zeg, en wie weet dat hier allemaal al? Nee, nee niemand weet het. Ja, dus goed, ik ga buiten, ik geef mijn training. En je voelde gewoon aan heel die spelersgroep dat er iets was. Dus ik had zoiets van, die weten het hier allemaal. Dat is, en inderdaad, ze wisten het allemaal, via een babbelaar in de materiaalman. Een babbelaar. Zo gaat het altijd. Al. Hè? Zo gaat het al. Dus die mannen wisten dat. En dan had ik zoiets van ja, nog die twee matchen gaan doen. Terwijl dat die mannen het hier allemaal weten, dat ga ik niet doen. Dat is om je belachelijk te maken. Dus ik ben dus na ja. die training terug aan Hugo gegaan en zeg tegen <laughs> Hugo, Hugo, ik kom morgen niet meer terug. Nee. Ja. Heeft, dan, de, heeft Frankie dat gevraagd aan u? Ja, ik heb die mannen wel... Maar ja, goed, die mannen hebben dat ook wel zien evolueren natuurlijk. Dus zowel Frankie als de Patrick Kremers, die ik mee had genomen, uh, die hebben mij ook wel zien evolueren over die negen maanden. En ja, die kenden mij ook wel zo goed dat ze wel... Dat ze niet echt schrokken nee. dat. Uh, die hebben nu eens op wie gesproken. Dat uiteindelijk gebeurd is. Nee, ja, is nog wel een poging gedaan, maar ze kennen mij ook wel zo goed dat. Een keer dat een democratische ontslag gedaan biedt. Nee. Ja, maar nee. ik denk dat zo, Frankie die wil gewoon ook wel dolgraag met u. Ja, natuurlijk. Nee, nee, en dat was ook het op, ik Uiteindelijk, ja, dat was ook wel. Ja, dat was ook wel pesant, maar er waren toch langs de andere kant ook zoveel dagelijkse problemen en dagelijkse dingen. Dat ik denk van ja, nee. nee dan hou ik gewoon die vol. En ook omdat er geen uitzicht was. Er moest veel bespaard worden, er was geld tekort. Er was geen uitzicht om dat het volgend seizoen anders zou zijn. Omdat er versterking kon komen, dat we een betere ploeg hadden. Zeker niet als je er met twee op tien pessimisme naar kijkt. Nee, dat is waar. <laughs> nee, dat is waar, maar dat, allee, dat, En dan dacht ik van ja, nee, terug... Want dat was het, allee, dan weet ik hoe dat begon. Als ik aan het volgende seizoen begonnen was, dan had het misschien vijf speeldagen geduurd. Ja. En dan was ik ook ontslagen geweest. Had ik misschien wel een ontslagpremie gehad. Dat is toch niet echt een goede verhaal. Heel, heel veel heel ploegen onderaan in, allee, die onderaan in het Belgisch klassement spelen ja ...moeten soms toch ook wel beseffen dat daar hun plaats is en dat het tegen degradatie vechten is. En als ze erin blijven, dat dat heel goed Legt gemerkt tijd is. Leg jij het uit aan de voorzitter van ja, de Ja, maar wie, zegt, wie, wie, wie begint er aan het seizoen met het idee van, wij vechten tegen degradatie? Ja, nee, Iemand begint het... zo, hè. Iedereen denkt van, het zal niet van ons zijn, hè. Hugo, zo iemand als Hugo Broos heeft toch voetbalkennis genoeg om dat ja, wat in te schatten. We... Er zullen nog wel technisch directeurs zijn dat, dat En dan begonnen we, we zijn ook redelijk goed begonnen, hè? Maar ja, het zijn die voorzitters en die besturen. Hè. Die zijn ja, maar, die, maar je moet al gek zijn ja. om voorzitter van een voetbalclub te worden toch? Ja, dus. ja en zeker bij Oostende, ja. iedereen wist dat nadat Koeken vertrokken was. Ja, dat daar nog een, een serieuze financiële put moest gevuld worden. Ze zijn daar nu nog bezig met. Ja, die, en die mannen die er nog zaten van ja. onder het uh, koekentijdperk. eigenlijk wouden die allemaal weg. Ja, Thomas Kenneth uh, eigenlijk die mannen. Die, ja, die wouden eigenlijk allemaal weg. Dus ja. Goed, Gert, uh, for what is worth. We hebben aankondigd op Instagram dat jij de gast ging zijn. En Zino van Heusen heeft daarop gereageerd: mm. Topcoach en grote meneer en een hartje. Mm. Ja, ja, ja. Goed. Toch ja, iets achtergelaten. Ja, ja, ja. Dat is zo. Nee, nee, maar daar, daarom dat ik dat zeg met die gasten: Allee, dat, was, dat was gewoon ongelooflijk plezant. En ik zeg het, zijn, ik zie veel gasten die al een eerste keer zien shotten. En bij hem had ik dat helemaal. Hij was nog een jaar jonger dan, dan de rest. Hij was nog U18, hij toch bij de U19 gezet. En dan, hij had al uitstraling en hij had een bepaalde volwassenheid. Absoluut. En het was ook gewoon zo goed. En ik dacht van, ja... Nee, nee, met sommige gasten is gewoon een hele goede. En nu nog, allez, als je die dan... Het feit dat, dat het weet, een nu als je nu reageert, dat zeggen dat hij niet vergeet. Nee, 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 dat is waar. Nee, nee, dat, dat, dat doet mij deugd. Het doet mij plezier ook. Ja. Ja, maar ja. ik heb ze dus nog wel een paar. met een Dante van Zijer, dat is ook zo iemand wat ik denk van... En als, nu ziet shotten, dan, dan, als ik nu zie shotten, ga ik volgend seizoen... en Die doet het dan zo goed, dat vind ik... ja Nee, dan ben ik heel blij van die, mannen. Nou, als als beter als die, die mannen, mannen. Omdat het niet zo evident is. Hè? Er zijn er heel veel. Je moet, je moet weten, je ziet er heel veel passeren per, per geboortejaar. Om al je matchen te kunnen spelen, selecteer ik er toch tussen de 35 en de 40 per geboortejaar. Dus je moet weten, als je nu kijkt wie dat er per geboortejaar als Belgische jongen doorbreekt, ja, dat is nog maar een heel klein deeltje van degenen die toen eigenlijk al international waren, U19. Dus ja... Ja, ik absoluut. weet hoe moeilijk dat is en, en dat het niet voor iedereen is. En als er dan gasten zijn die dat zo goed doen, dat is uh, heel plezant. En niet helemaal omdat het ook nu, er ook nu toevallig twee gasten zijn, ik zeg nu wel toevallig, maar zo toevallig is het niet. Omdat er veel zijn ook die zware kwetsuren hebben in hun, in hun jeugdjaren al. Dante-kruisbanden, Zinio-kruisbanden, uh, dat is allemaal. Uh, ja, ja Dat maakt het af, allemaal man. nog moeilijker. Ja. Dus, uh, als die dan toch terugkomen en dat zo goed doen, ja, dat, is, dat is superleuk. Ik denk, spelers die beter willen worden, die, die er hard voor willen werken, hadden dan nu ja. wel een goeie. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja. ja, ja daar werk ik, ik ook het liefst mee. Dat is, nou ja, goed, dat, is, dat geldt eigenlijk zo voor elke twintig, coach. Denk, dan... Zo wilden ze wilden allemaal. En dat is ook wel het voordeel natuurlijk. En dan ook nog eens terugkomen op mijn karakter. Het gemak uh, als, uh, als bondscoach bij de jeugd dan. Uh, bondscoach te koer is dat ook natuurlijk. Als er eerder niet aan staat... Die laten thuis de volgende keer. Dat is waar. <laughs> Dat is wel een gemak. Hè. Dat is waar. moeten ze Martijn nu bellen van de U19. En op een club, ja. op een club zitten ze die, zitten die daar al jaar. Hè. Moesten ze nu bellen van de U19, zou ik het overwegen? Uh, ik ga de Wesley niet zenuwachtig maken. Die mag uh, blijven doen. <laughs> nee, omdat teruggaan. Dat is dat voor heeft... die gouden schoen, West. Ja, <laughs> teruggaan dat heeft ook geen enkele zin. Dat is ook zo. Nee, dat, is, dat is een ongelooflijke vijf ongelooflijk toffe jaren geweest. En als ik het geweten had, had ik het langer blijven doen. Maar de drang om terug te gaan is Maar ik, ik goed. zie dat Erik van Meijer is daar nu toch, uh, Jacqueline Matthijs uh, is daar ook terug uit. Nee, nee, dus er zijn er veel die, die het licht gezien ja. hebben en weten dat dat eigenlijk heel ja, relaxed ja. is, ja. zonder stress is. Buffen, ja. En toch dat je het gevoel houdt met, met trainerschap, met kleedkamer, uh, met jonge spelers. Die het allemaal. Ja, we hebben ook goede jeugd nu. Hè. Je, gaat, je gaat geen jeugdinterlands niet meer spelen om 5-0 op je doos te krijgen tegen Je kunt nu jeugdinterlands spelen tegen grote landen. En resultaat spelen, hè? Omdat, je, omdat we goede spelers hebben. Gewoon. Zelfs moeten spelen. Ja. Goed. Evert, hoe zou je Gert omschrijven als speler? Als speler? Um, ik denk dat was het voor mij in mijn jaren, de, zo de jeugdjaren, was, dat was het oertype van de Belgische voetballer. Als ik stadion of goal opzette met Dirk Abrams, eerste wedstrijd, Club Brugge, doelpunten, assist met Gert Verijen, of Zelfs nog bij dat op opkomstbeeld dat ze altijd gaven voor de match, ook altijd eerst. Gert Verrij, ik denk dat ik misschien 300, 400 matchen van, van Gert heb gezien. Ja, dat was gewoon alomtegenwoordig. En als speler, denk ik, de belangrijkste kwaliteit, maar ja, daar gaat hij meer over zeggen, is betrouwbaarheid voor een coach. Ik denk dat een de coach die hem opstelde, wist wat hij kreeg elke week opnieuw. Maar hij zat geen 3, geen 4 bij. Dat was altijd minimum een 7. En qua inzet, waarschijnlijk een 9 of een 10 op 10. Super betrouwbaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hm? Dat je als coach weet wat je eraan hebt. Ik heb als Annekt van vaak gevloekt. Jongens, Jongens, zijn er veel. Dat is de meest gehoorde dus, commentaar nu. Dat is een jou. compliment. Hè? Ik heb vroeger veel op u gescholden, maar nu... <laughs> hey, voor proficiat, hoe Goed bezig. <laughs> enfin. goed. Maar ja, het is een compliment. Ja, het, ja het is een compliment en ik aanvaard het compliment. Maar ik heb het al veel gehoord ook. Ja, maar dat is <laughs> toch ook omdat je een winnaar bent. Hè? Een winnaar lokt dat ook wat uit, wat tegenstand. Ja, absoluut. Willen winnen. Ja. Wat was eigenlijk je beste positie? ja ik vind van mijn eigen nog altijd, alleen wat ik liefste deed, dat is dikwijls niet uw beste positie, maar ik speelde liefst in de spits gewoon. Ja. maar ik heb ook wel beseft... met, met twee spitsen, met uh, ja twee spitsen, zelfs als enige spits ook, okay. omdat je dan de vrijheid hebt om, om veel te lopen en uh, een beetje naar waar dat je wou ook. dus uh, uh, het enige wat dat daar is natuurlijk, dan heb als echte pure negen, heb je de druk. Om goals te moeten maken, dan moeten we goals maken. Dat is een heel ander gevoel als dat je van rechts of van links kunt spelen. Dan stap je nooit het veld op met het gevoel van: ik moet hier scoren. Materieel is het goed, maar als je geen maakt, is het niet zo erg. Maar als echt pure negen het veld opstappen, jij moet de goals maken. Dat is extra druk. Um, maar ik deed het wel eigenlijk het liefste. Maar vrijheid. ik heb ook wel beseft, en dan vooral onder de periode Solid, heb ik ook wel beseft dat je ook vandaar. Uh, als de afleiding bij andere mannen zit en bij de spits dan dat je vanuit die positie ook gewoon heel veel goals kunt maken dus, mm. en belangrijk kunt zijn dus, uh, is er een speler in het hedendaagse, hedendaagse voetbal die uw stijl heeft die je zou zeggen, dat is de Gert Vrij van u. Uh, dat is dan een hele moeilijke. Ja, Thomas Muller valt ja, zo af ik vond en dat toe ook. wel. Ja, ik mocht dat eigenlijk niet zeggen, omdat de, en ik weet dat wel, Die is twintig uh, keer beter. Dus dat, maar <laughs> ik vind dat ook. Ja. Als je als ik met iemand vergelijkt, dan is het met ah, hem. Maar als ik dan andere vaak en dan is het Ik heb een foto met hem, hij heeft een poster, niet echt op de poster. We lijken echt nog wel een beetje op elkaar, met een beetje goede wil. Hè? Ja, zou... ik, snap, ik snap wel echt wat je bedoelt. Ik, ik, dus ik zou echt je echt ook aan. in de Bundesliga zien spelen, toch ook een nee, type speler. Ja, dat had je kunnen. Ja. Ja, Want trouwens, komen. ik moet even zeggen, Gert, vorig had toegezegd om toch te komen. Ja? Hing dat er al? Nee, allee. maar hadden we wel al doorgegeven en ah, nee, hadden we wel gezegd dat, dat, dat je dat er nu tussen had geplakt. Maar allee, dus nee, ja, het lijkt zo, maar dat is de stijl waar we voor gaan. Ja, een vrij agressieve foto. <laughs> ja, nee, 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 maar dat ik is had goed. Het... Je had het daar juist ook over statistieken, maar ik had ze dan opgezocht voor vandaag. Allee, die zekerheid was er toch? Je hebt super, allee, zes seizoenen op rij meer dan tien goals. Dat zijn dubbele zes, zes de, seizoenen op rij. Ja, in de maar, competitie de, alleen. Hè? Ja, maar ik maakte er elke keer, omdat ik weet niet wanneer je die zes jaar had. Ik heb, ik heb er eens iedere keer onder geweest, en een keer zes gemaakt. En een keer maar drie geloof ik in veertien seizoenen. Maar voor de rest altijd meer dan tien. Dat is toch crazy? Dan zijn ja. er toch wel echt een goalmaker ook? ik kon nog gewoon maken, maar ja, een echt puur, een afwerker nu ook niet, maar ik kon wel gewoon maken natuurlijk. Maar ja, puur afwerker, dus we waren er beter die puur. Oh, ik zeg Spechhaar. in mijn tijd uh, Rune lange speker, oh, ja, dat zijn echte afwerkers, hè. dat is nog wel iets anders. Hmm. Ja. We begon eigenlijk een beetje bij lierse, professionele carrière. Ja, ja, Boskamp, uw ontdekker? Ja, absoluut. Ja? Boskamp kwam bij ons thuis in Ooststraat en hij kwam. Uh, ik kwam, dat, ja, ik kwam vragen of dat. En dan in het begin, paar en sma, zeiden van ja, nee, dat moet ik niet doen. Dus, je moet nog <laughs> naar school gaan, moet nog twee jaar naar het school gaan. En dan ja, Boskamp, net gelijk jij, nog eens een tweede keer komen zagen. <laughs> en, uh, en op den duur uh, was de afspraak uh, dat ik in de WEFAS van Dierse ging, ging beginnen. En ik moest maar twee keer in de week komen trainen. He, dat was dat zwak, want Geel. ik ging nog naar school. Ik dus werd 16 toen. Ja, 16 jaar. Ja, ik ja. moest twee keer in de week naar Lier. Uh, mijn vader moest mij dan brengen met de noten. Dus dat was maar twee keer in de week moest ik gaan. Dat heeft uh, wel geteld. Eén week geduurd, die uh, twee keer per week. <laughs> en de tweede week uh, was ik eigenlijk elke dag aan het trainen bij de eerste ploeg. Uh, de boskamp zei van, nee, de eerste ploeg. Trainen bij, uh, oh, ja. trainen bij de eerste ploeg. En dan, uh, ik was maar 15 eigenlijk ja. ik werd in 20 september werkte dan 16 jaar. En dan uh, was die hele maand september, ja, wanneer? moest 16 zijn. Hè? Dan was het uh, wachten tot dat ik 16 was. En de dag dat ik 16 was, de week nadien, zetten wij gewoon in de eerste ploeg. Maar ik was wel elke dag aan het trainen. Hè. Dus dat was niet echt volgens de afspraak, want ik moest nog naar school natuurlijk. Maar ja, dat was wel heel plezant. Elke dag met mijn pa, na het school. Maar dan werd je wel een groot talent, track, talent aan, ook. Trek aan het trainen. Welk? Dan werd je wel ook een groot talent. Ja, groot talent. Ja, ik weet het niet. Allee, mijn eigen vader bezag mij zeker zo niet. Ook niet. Ja, maar ja. Maakte ik wel van, in de jeugd, je jeugd van. iemand die twee op tien had. Ja, hij ja, 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 was ook zelf nee. geen onbemiddel. En ik vond dat zelf eigenlijk. Al, ik had dat zelf voor mijn eigen ook nog niet echt dat gevoel. Ik maakte wel in hoogstraat in de jeugd heel veel goals. Natuurlijk. Maar ja, goed. Wat is heel stel, was, uh, veel? Hoe gaat dat in de jeugd? Zo'n match dat je wint met 15-0 en gaat er dan zeven gemaakt. Dat soort dingen. Hè? ja. En ik speelde ja. bij die 15-0 verliezende ploeg. fijn <laughs> Maar het toch een uh, groot talent. Kan ja, ik had wel hetzelfde. Ik, had al, ik, was al, ik was al voor mijn leeftijd heel sterk. Ik was even groot als nu. Ik was toen al volgroeid, nog niet zo zwaar, maar wel, maar wel even groot. Dus ja, ik had wel fysiek had ik wel iets natuurlijk. En ik kon nog gewoon maken. Maar ja, ik kon eigenlijk. Ik, heb daar, ik, ik trainde totdat ik naar Leers ben gegaan met een boskamp. Ik trainde één uur in de week. Hè. Dus Dat tot mijn 16 jaar ja. trainde ik de woensdag namiddag een uurtje. En, en zondags om half tien een matchje. Dat dus stopt mijn 16 jaar. Als je nu ziet wat die jonge gasten aan opleiding gedaan hebben. Dat kan maar toch? ik heb heel veel ingehaald. Eén op Liersen al natuurlijk. Ook door matchen te spelen En in tweede klasse, Dat was Boeken. Ah ja. maar, maar ik zeg dat lichaam had ik wel. Dus dat ging mij wel af. Daar heb ik al wel veel geleerd natuurlijk. Maar dan vooral veel geleerd nog in Anderlecht, die vier jaar Anderlecht. En dan met Jean-Dox uh, en Martin Lippes, die uh, uh, hulptrainers waren. Heel veel apart getraind, heel veel uh, met, de, met de jonge gasten nog, en na de training met de eerste ploeg. Nog apart getraind in de zaal, tegen de muur, ballen. Dus daar kun je heel technisch veel aannames, op 17, 18, met, ja, wel, 18 19 nog, wel, 19, kun nog veel, veel kun verbeteren? Nog, ja. Ik kon, ik kon uh, geen Messi nemen worden, hè, maar ik heb nog wel veel bijgeleerd op die jaren, ja, tuurlijk. Ja. Ik ja. kan nog wel veel verbeteren. Ja. Ja. Wat weet je nog van Daliersen? Mm. Um, Danny Verlinde. Ja? Dat weet ik. Ik denk uh, Frank Douwen. Ja. Um, en dan wordt het al moeilijk. Help ik weet dat Racing Mechelen. Uh, help, ja, Racing Mechelen werd kampioen in het seizoen dat jullie de eindronde winnen. Dat weet ik ook. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat zelfs het jaar is dat KV Mechelen de Europa Cup wint. Denk ik. Maai, denk ik. ja, Klopt. Dat is aan de hand. Ja, ik wist niet meer in welk jaar dat ze de eindronde hadden gewonnen. Uh, maar ik heb ooit voor extra time beelden moeten opzoeken voor uh, de Keek op de Week. Van die eindronde en toen zijn wij nog gestoten op een wedstrijd. dat ze heel de match lang op Gert hebben, uh, hebben gefilmd. Uh, Als 16, 17 jaar. Indrukwekkend zeker? Ja, maar. Nou, <laughs> weet je wat? Het was super, super herkenbaar gewoon. Oh ja, natuurlijk. Ze ja. zijn in de... niet meer van stijl, ze zijn je niet meer veranderd. Ja. Hè? Maar wel maar alleen uh, in de spitsen en al in die hoeken en manier, heel veel duels. En met witte bollen en... En... ook. Soms met twee witte bollen wat op 10, 9,5 of zo. Van Anderlecht kwam dit toen, Dat is niet goed spelen van Anderlecht. Jean Kindermans, middenveld. Komt hij eigenlijk dus goed voetballen? Goed. Ja, heel goed. Ja. Huh? Jean was, uh, was een heel dankbaar, omdat ik was een loper uh, Ik deed niet anders dan diep lopen. En Jean leg, legde ze weg hè. achter de verdediging. Uh, nou, cool. als, als ze 17-jarigen beslissend zijn in een eindronde in tweede klasse, dat is, dat is toch zeer uitzonderlijk. Ja, als je daar nu ja, aan denkt, in de 16 jaar, dan zijn ze eigenlijk een snotneus. Nu ja. zijn er ook wel nog die dat op een 17 of 16 in de eerste ploeg spelen. In de eerste klasse natuurlijk. Maar, toen, maar, dat, maar dat was eigenlijk. Oh, ik ging gewoon naar school. Ik bedoel, dat kon mij helemaal niet schelen. Ik bedoel, dat voetbal dat was, dat was gewoon plezant, maar dat was zonder druk. of zonder, uh, Maar uw vader moet toch grap beseft hebben van ja, die kans? Nee, wat toen ook nog niet. Hè. Dat was ook, nee, nee, je nee, blijft pessimistisch. Nee. pessimistisch. Nee, ja, dat doe je nooit. Maar je moet toch blij zijn geweest als andere Wel altijd een dan... supporter geweest. Hè? Wel altijd, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar dat is niet gelijk vader Niel is, die daar echt uh, nu, uren aan het en is nu, trainen. Nu, en. Nu, nu, nu. Maar je moet toch wel fier zijn geweest als na ja, ja, twee jaar andere echt ja. Ja, natuurlijk, Maar ook, uh, op een gegeven moment ook al afgehaakt, op Lierse kwam hij altijd kijken, maar dan op Anderlecht, en dat dat dan bij die supporters zo moeilijk was, ja, op een duur was dat niet meer te doen voor hem om nog te komen kijken. Dus uh, ook wel afgehaakt, al vroeg natuurlijk, ja, want ja, het, ja ik, was, ik was maar 18 of 19 jaar, vroeg afgehaakt met te komen kijken, hè, en ook later en, op de bruggen en, en zo, dus en maar we heel weinig in het stadion naar komen nee, kijken naar mij. Zeer heel, heel weinig. Maar wat was er moeilijk met de supporters? Ja, omdat, omdat veel supporters op mij floten, ja, dat was simpel. Ik werd uitgefloten, ja, voor hem was dat... Yes, uh, was dat BNR. En dat was het eerste wat ik ook altijd aan dacht. Hè. Niet voor uzelf. Voor uzelf is dat niet plezant Dan is dat moeilijk natuurlijk, omdat je, uh, omdat je zelfvertrouwen vertrouwen verliest. Uh, maar voor uw ouders helemaal, als uw ouders op de tribune zitten, is dat, dan krijg je dat helemaal. Dan denk je echt van, oh nee, en als een paas zit op tribune. En waarom werd hij naartoe gevlochten? Omwille Geen van van, van stijl, omwille van niet goed genoeg. En ik geef het ook wel toe, dat ik eigenlijk op dat moment ook niet goed genoeg was voor Anderlecht. Maar daar zeg ik ook wel direct bij bij het Anderlecht van toen. Ik had er direct bij zeggen. Hè. Ik heb het hier ook opgeschreven. Ja. Nilis, de grijze. Ik had er direct bij Levera. zeggen. Dat was, uh, dat was een puse. Maar ik vond der Link dat ik zo was, En daar ook. Als je daar elke dag mee traint is, weet ik zeg, ik heb in die jaren wel heel veel geleerd. Uh, en ook van, van de spelen tegen mannen, van Tychelen, rutjes op training. Uh, voilà. ja. Dus uh, echt. Uh, maar... Maar is je dan met je met u, met u twee op tien karakter, maar... is het dan na één training dat je wel ook daar denkt van oei, dit red ik ja, natuurlijk, ja, ja? Natuurlijk. ja, ik dat En dat ging eigenlijk heel goed, want ik was, ik was eigenlijk wel graag op Anderlecht. Uh, in de week. Maar niet als match. <laughs> ja. Dat is niet goed. Nee, ah nee. Maar, uh, maar dat er was ook wel in, in die groep. In die groep, wel een ongelooflijk toffe groep. En die mannen kwamen heel goed overeen met, met al die gasten. training was superplezant. plezant training ging ook heel goed vaak. Het is mij ook dat ik van de mos eigenlijk veel mocht spelen. Maar ja... Uh, de match begon en je begon al met schrik. Ik mag hier niks verkeerd doen. Waardoor dat, je, ja, dat dat mentaal gewoon zo moeilijk werd. En op een duur heb ik ook gezegd: na vier heb ik echt, echt gebleven op het bureau bij Verschuur met te zeggen: van, Ik kan niet meer. Ik, wil, ik, ik moet weg hier. Dat gaat niet dus meer. Dus je hebt zelf gezegd: ja, Ik wil weg. Ja, ja dat, dat ging niet. Meer. Ali, dat nee, wat, want Peruzovic werd toen trainer en die had dacht: van, Ik had nog een maand getraind op Anderlicht. In 1992 dan, en Peruzovic was trainer geworden. En die zei: van, Oh, dat mag niet weg, dat mag niet weg. Ik wil nou. ja, maar ik dacht van: die, die mensen die wisten nog niet hoe dat die vier jaar daarvoor gegaan was. Dus die wisten niet wat er eigenlijk speelde. Ik dacht van: Nee, ik moet. Alleen, ik hier, ik zo niet meer verder. De droom van, van elke jonge voetballer ja. was om je transfer eigenlijk te maken. die je naar Ander legt, van een kleinere club naar Ander legt. Hm, ja, dat, dat dan... is waar. Maar ja, goed. om dan te moeten toegeven, oei, dit gaat het hier niet worden. Ja, ja, nee, maar dat, dat vond ik ook niet erg. Ik had overal gaan shotten. Hè. Dat, moest, dat speelde geen rol. Nee, nee wat ik heb ik eigenlijk ben geluk gehad dat het Club Bruggen is geworden. Maar KV Mechelen, weet ik, was heel dichtbij. Had ook gekund. Had mooi geweest. Had ook gekund. Maar voor Legend. mij was het allemaal goed, hè. <laughs> uh, voor mij was het allemaal goed. Als ik maar, als ik maar ergens kon, kon shotten waar ik uh, gelukkig was en waar ik... Uh, wat ik terug mezelf kon zijn in de match. Maar ik zeg het, die, die periode op ander en in de, in de groep en in de week op training, Er waren vier heel toffe jaren. En veel geleerd. Ja. Het is wel gruwelijk eigenlijk, ja. dat, want je zit dan 18 als je aankomt, 18, 19. Ja. Het publiek toch zo hard kan zijn voor, voor zo'n jong speler. Ja, maar dat is ja, voetbal. Staat daar misschien ja. in je kan dat ergens ook ja. wel, wel plaatsen. En in de... ja, misschien is het fluiten niet eens echt naar u... Maar, maar wel, naar, wel, naar de ja, club, naar de club bestrijd, van. Wel, die moeten nee, wij niet is, hebben. Nee, nee, je pakt dat wel heel persoonlijk aan toe. Ja, ja, je het was het persoonlijk. Ja. Eens, je, ja, moet ja. Dan niet, je moet het niet minimaliseren. Ook niet. Nee, dat is ik probeer de anderen iets nee. van. Ja, ja, maar het is, het is, uh, het is beenhard. Maar zij ik snap ook wel dat het, 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 het hoort erbij. Hè? En Je moet maar sterk genoeg zijn om er tegen te kunnen. Of je moet zeggen: Ik wil hier weg. Dit ja. gaat ja. niet meer. Simpel. Hè? En was zij Aten Mosland? Want dat lijkt me wel ja, op net spelen geworden, want ik heb veel, dat jaar dat ik kampioen geworden ben, ja. daar uh, heb, heb ik meer dan twintig matchen gespeeld. Ja, want dat truitje dat achter u hangt, is nummer 11. Ja, 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 Gezellig. Tuurlijk. En Europees nee. ook, denk ik. en vaak op rechtsachter ook nog dan zag je hem nog naar rechtsachter in mijn ook. <laughs> ja, ja. ja, dat is een loopvermogen toch? Dat ja. zag je zelf precies ook niet. Ja, nee, oh, nee, lengte, nee. loopvermogen, afvallend. De, dus ja, maar ja. Wel straf, want Brugge betaalt nog 40 miljoen Belgische frank. Ja. Dat is 1 miljoen euro in ja, 92. Daar, ja, dat is veel geld. Maar dat, ja. was, dat was het geld dat anderlecht betaald had aan Liersen. Die wouden gewoon een geld terug. Amai, dus die hadden Liersen nog stevig doorbetaald. Ja. Was dat dan een gevoelige overstap, of was, was anderlecht wel zo van oké, okay, bij club heeft dat wel ook nog een jaar geduurd. Vooral eer dat ik aanvaard werd, weer opnieuw, niet in de kleedkamer, maar wel publiek. Niet allemaal, maar toch. En dat was dan niet per se de stijl, maar eerder Anderlecht verdedigen. Ja, daar zijn we toch wel een jaar tegen moeten vechten, tegen ander Anderlecht verdedigen. Maar goed, na een jaar was dat ook wel weg eigenlijk. Ben ik ook verkeerd? dat dat of... eerste jaar op club, dat was ook niet zo'n goed jaar. Dat was, uh, 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 niet zo goed. Uh, ik denk dat ze uh, uh, als je, uh, bij Anderlecht zullen we gedacht hebben, goh, wij hebben hier talent zat. Uh, dus naar Brugge, dat voor ons... Ja, maar zou, dat... ze moeten zich ook niet die uh, achteraf... Uh, daar spijt van hem, omdat het had toch niks. Ik in een ander ligt, had nooit iets geworden. Dat weet hij niet. Ook ja? niet jaren later. Nee, nee, nooit. Het had nooit ten orde gekomen. Omdat je daar ook niet tegen kunt vechten en omdat dat oordeel is gemaakt. Dus je kunt daar nooit winnen. Ja, maar nooit. Een paar jaar later komt Boskamp daar en die had misschien wel met u. Ja, ja, nee, nee, dat had nooit ja, had maar, maar Boskamp had, had nooit ook van. de aanvallende weelde die we hebben. En, net en ik zeg het nog presenten. eens: je moet het ook kaderen. In die tijd, in de periode en in het ander licht van toen. Je ja. hebt juist al een paar namen genoemd en ik kan, ik kan nog verder gaan. Goed Johnson, Andersen, uh, Groen. Maar vind je die allemaal veel beter dan nu? Uh, Milan Jankovic. Sierlijker wel, hè? Daar zei ik niks verkeerd nee, mee. Ja, nee, Beter daarom nee, niet, maar, maar wel, ja. Sierlijker ja, wel. toch wel. Technisch ja. veel betere ja. voetballers. Maar ja. nou, misschien qua resultaat. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Ze hebben er ook John van Loen. Was ook John. Schitterende gasten. Maar ja, goed, hetzelfde zijn. verhaal. Hè? Word, werd ook niet aanvaard. Hè? Nee. Bosman, uh, Johnny Bosman nog wel, omdat hem echt wel heel veel goals maakte. scoorde veel, ja. Hij um, is ook waar. een schitterende gast. Ja. Maar zo rutjes en zo, dat waren het ook niet. de meest... Nee maar, nee, maar dat, maar dat is van achter. Dat is iets anders. Die trapte niemand omhoog. Vanachter, dat is iets anders. Eerst, maar in het begin van de Brugge is echt wel de beste ploeg van België nog een paar jaar. Ja, ja natuurlijk. Ja, 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 als, als je toen kampioen getart. wilde worden, moesten je moest voorbij Anderlecht. En wat was dan de uh, klik met, met broers dat, dat jullie dat seizoen dat wel lukt? De dubbele. Uh, ja, wat is dat? De, de menselijke omgang, uh, dat je je eigen uh, goed voelt en meer zelfvertrouwen krijgt, dat is eigenlijk alles. Dat is, dat is, dat is gewoon het verschil geweest bij mij. Okay. Een, een, een ploeg die, die, en een manier van spelen die beter bij mij paste. De aanvaarding van het soort speler dat je zei, het type speler dat je zei. Ja. Er was bij Andicht mm. ook de drie op een rij, dat je nu zei over Brugge toen? Hoe wilde je zeggen? Dat ze, ze waren net drie keer kampioen geworden. Nou ja, omdat... tuurlijk. Ja, in heel mijn periode eigenlijk, ja, als je kampioen wilde worden met Club Brugge. Ja, we moesten beter zijn dan Anderlicht. Ja. Zullen fans daar wel blij om zijn om te horen dat clubcultuur dat dat wel in je club zit. En dat dat dus wel meespeelt onder de eigenlijk voetballers. konden alleen maar kampioen worden als het inderdaad met Anderlicht wat minder ging. Ja. Als het echt top ging met Anderlicht, werden we geen kampioen. Hm. Ja. Zo'n rechtstreekse transfers tussen de twee ploegen heb ik wel het gevoel dat dat vroeger meer was dan nu. Ja, Zo'n rechtstreeks is toch bijna ondenkbaar Het is vaak een tussenstap naar het buitenland dan misschien mislukken. Oké, okay, maar ze komen. zijn bijna allemaal superveel besproken. Buiten degene die echt niet meer aan spelen mm. toekwamen. Maar de, 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 de. dat is ook omdat sowieso wordt er meer getransfereerd naar het buitenland. Hè? Dat is waar. Als je tegenwoordig dat is waar. drie golen maakt, dan gaan ja, 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 ja Zo is het toch gewoon. Ja, je moet niet zes seizoenen na elkaar 15 goals maken om naar het buitenland te kunnen. Hè? ja dat is waar ja, ja. Um, wie was een beste Stanis of Speghar uh, ja dat is voor mij dat is, uh, uh, appel en peren of ja, ja ter, omdat dat twee totaal verschillende gasten zijn ja. intrinsiek als afwerker Specher, 100% maar als teamgenoot ga ik altijd Stanis zeggen omdat dat, dat was dan echt een teamgenoot Speghar was toch meer een Einzelganger. Um, maar pikt ze dan niet van je spits? Hoe zeg je? Dat hij zo wat meer op zijn eigen is? Ja, maar je hebt ook graag, als een assist geeft, dat je toch nog een keer een hand heen. krijgt. <laughs> <laughs> dat dat helpt ook. snapte? <laughs> ja, ja. En dat was dan bij Stanic uh, toch wel iets gemakkelijker. Maar het grappige was dat Stanic eigenlijk bij Brugge er heel veel heeft gemaakt, maar daarna eigenlijk mm. nooit meer richting in de spits Omdat gepikt. Omdat uh, zal altijd uh, een ploeg nodig hebben uh, om te renderen. Terwijl Stanic daar veel minder nodig had. Forceren het zelf ook als moesten. moest. Hm. Dat was wel was een heel goede. Hij een uitzonderlijke carrière. Ja. Alleen was ook bij Kroatië bij het heel sterke. Maar Kroatië, ook geen fijne. Ook geen fijne hè? Dat, is geen, dat is geen fijne speler. Hè? Zeg, niet, hè. Dat is redelijk brut ook, maar wel een heel Maar Die, heeft, die heeft carrière gemaakt Dat is rechtsachter nog. Hè? Ja, ja, tuurlijk, die, die, die deed alles ja, voor de ploeg. Ja. Dus. Ja. Ik denk dat, dat daarom staan hij ook wel in de verbeelding van de fans hoger staat. Omdat dat zo iemand is waar ja. je ploeg op kon bouwen. Oh, mm -hmm. uh, je hebt de derde meeste matchen van Club Brugge. En toch maar twee jaar kapitein geweest. Ja. ja ik heb dat eens... niet in je? Wou je dat niet? Uh, jawel, maar op dat moment... Jawel, jawel, maar je moet eerst wachten tot dat mannen voor u afscheid Stop. nemen. Dus gaat sowieso altijd in de kern mannen die, die lang gebleven zijn. En die, uh, Frankie, om te beginnen. Ja. Uh, om te dan de uh, Vital Borkomans. En dan Danny heb ik verbinden. wel even overgepakt. Ja, maar Danny uh, is kapitein geworden. Omdat, dus er was een interview... Uh, dus ik was eigenlijk kapitein. Hè? Ik werd op een gegeven moment kapitein onder Solid. Of ik was al. Even, hè? Enfin, ik was kapitein onder Solid. En in een interview tijdens de, de zomerstop of het begin van het seizoen had hij een interview. Uh, en had hij gezegd: van Ik weet niet of hij uh, de beste kapitein is voor ons. Soliët of Erlinde? Soliët. Okay. Dus de woorden van Soliët. Hij ontkende dat, dat hij dat gezegd had, maar ja. Ja, ik kende de journalist ook goed genoeg om te weten dat het waar was. Um, en ik ben naar de Soliët gegaan en ik heb met een band op tafel gegooid, ik heb gezegd hier, kies maar een andere. Dus, Oké. Okay. Ja, was ik kapitein af en dan nemen ze de, de Danny kapitein Oké okay, ja. ja. Maar ja, goed, ik, ja, ik hoef geen kapitein te zijn en zeker niet, en dat is weer eigenlijk ja, hetzelfde van te strak met dat trainerschap. Maar ben iemand iemand. als er getwijfeld wordt dat ik de man ben, de, de goede, goede man ben, dan hoeft dat niet voor mij. Ja, ik. En ik kan even goed shotten zonder de kapitein. Maar wat dacht heeft Soliet dan? Dat heeft uh, welk? Maar wat dacht, waarom oh, hij had hij dan geen goede Simons, kapitein? Denk ik, dacht, in gedachten? Ik. ik denk dat hij, hij was een enorme Timmy-fan ook Maar goed, hij gaat het ontkennen. Hè. Als je met uw vraag gaat hem nu vraagt, gaat hij zeggen: nee, no, nee, no, nee, no, nee. No. Maar uh, het was yes, yes, yes. Maar het speelt ook geen rol voor mij. Ik heb het ook gezegd: zeg hier mijn een band. Zeg maar voor de rest, ik ga ik morgen even hard mijn best doen. En zondag in de match doe ik even hard mijn best, moet er geen schrik van hebben je ook in band groep. niet meer aan. Maar je waart sowieso toch ook een prater in de groep? Uh, jawel, maar er waren er die daar uh, meer en beter spraken, toch wel. Okay. Ja, ik was meer, eigenlijk, als ik het mocht noemen, leider uh, by example. Eigenlijk door het voorbeeld te geven. Maar ik ging niet tegen iedereen zeggen wat dat ze moesten doen. Of okay. zo vlak voor de aftrap in de kleedkamer zo nog van alles en nog eens bij elkaar komen. een huddel bij en je roepen. Nee. nee, er waren er veel bezig dat ik dacht: van man, zwijg nu even. Ik dacht, ja. Nee, ja. In die Kijk. periode hadden jullie met Brugge eigenlijk ook vaak goede Europese campagnes. Ik heb dat opgezocht. Uh, wat was het? Milan, Galatasaray, Dortmund. Oh, ja, dat zijn, dat zijn de Britse kleinheden. Onderschatten we misschien nu dan hoe goed dat Brugge toen was? Ja, maar onder Solid was dat toch echt een machine. Dat was, ja. alleen, iedereen was toch veel onder de indruk. Ja, vooral ja. van de, de, de productie van de goals was enorm. Dat was voor België echt vernieuwend, he, die 4-3-3. En al die drie aanvallers die hadden bijna allemaal 15 goals en meer. Dat was, ja, maar daarvoor ook. Was ik een heb van mijn gevoel: okay, onder Soled hebben we goede dingen gedaan, ook, maar onder Gerrits ook. We hebben ja, een, Gerrits, het eerste ja. jaar onder Direkt Gerrit hebben, fantastisch gespeeld ja. met Fadiga en Gert Klaas. Dat was echt een heel goed jaar. Speelden wel als kapot. Dus ja. Fadiga, dat is ik al vergeten. Ja, dat, zal zijn. Ja, solid, dat is gewoon zo de, de shadow game en alles daar rond is zo wat gemitificeerd. Wauw, wat was dat, dat was iets vernieuwend. Maar goed, in die, in die, in die Champions League ja. we hebben we ooit een keer denk ik, zeven punten gehaald. Dat was het meeste, denk ik. Dat hebben ze, ook, dat hebben ze nu een keer geëvenaard. Hè. Ze hebben ook een keer in een groep zeven punten gehaald. Maar sowieso voor een Belgische ploeg. Ja. Meer dan zeven punten halen. Dat is niet zo gemakkelijk. En dat jaar, echt, dat jaar ze hebben we, van, we winnen van Milan Ze hebben geflikt door Celta de Vigo. Het was de laatste match. was Het Celta tegen Milan. Milan was al gekwalificeerd, als ik me goed herinner. En Milan speelde bij een B-ploeg. En Celta won ook van Milan, waardoor het Celta was die wel de volgende ronde ging. Anders waren wij het. En als je dan terugkijkt naar die selecties, ja, ja dat zijn goede ploegen. Hè? En, en, maar daar zit zo geen, geen ster bij die dan daarna Europese subtop top is geworden. Oh. Ah, van van Brugge bedoel je? Ja. Ah, nee, ik dacht, ik bedoelde van, van Milan en Docht moeten doen. Ah, nee, 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 nee. <laughs> nee van, okay. van dat Brugge. Want de, dat was echt een teamprestatie. van ja, Fadiga wel, hè. Fadiga ja. heeft lastig gehad met zeker. zijn hart. Maar, maar anders ja. was hij. was dat hij, was hij wel een internationaal topspeler geworden. Ja, maar zo de voorlijn met, met Roene Lange, Bengt Zetternes. Uh, hm, die was speelden later. toch allemaal heel ja, goed bij later. Brugge. Hm. Maar of, naast Jace. Ook ja. ik ook een hele goede voetballer, maar ook bij Brugge. Hm. Dus, was dat zo dat. dat Omverduwen van de muur bij Dortmund, was dat afgesproken? Nee. Dat was wel heel goed gedaan. Ja. Je er vier man Dat zou nu ik niet, meer, niet meer gaan. Hè. Dat komt er nu niet De, haalt, de VAR. Dat haalt nu niet meer. Hè. De ja. vaar zit daartussen. Hè. Dat is wel waar. Ja. Uh, hoe, hoe was Mendoza? Want als je zo de grote momenten bekijkt van ja. die seizoenen, ja, wel we. vaak op het scorebord. Ja, he? ja natuurlijk. Omdat hij had zoiets, dat was echt zo'n uh, je m'en zo. die trok z'n niks iets aan. Dat is een geweldige gave als voetballer ook, natuurlijk. Dat je nooit onder de indruk zijt. Dat je nooit zenuwachtig bent, Waar dat je ook speelt. En hij had dat, hè. dat speelde voor hem. voor het seizoen tegen Toruik moest spelen, of het bal Milan. Dat is voor hem hetzelfde. Hè? Ik hoort dat dus wel vaker beetje, bij de spits, heb ik het gevoel. Een beetje, ja. Company ja. ja, ja, had het misschien ook, wel. Een beetje, een beetje prettig gestoord. Maar we hadden een heel goed. Ja, dat is waar. Okay. Ja, die goal op Milan is, is Belgische voetbalgeschiedenis. Ik denk dat iedereen. Daarna refereert als je het over de voetballer Mendoza hebt. Die bij, op Dortmund was ook hè, met vrij trappen. Dat was en hij met de vrijtappen. Hij met de penalties ook beslissend, ja. denk ik. Ja. Ja. Uh, Jonathan vraagt: Was Olly je ambitantste rechtstreekse tegenstander? Ja. Ach, hoe moet ik dat zeggen? Uh, puur op voetbalgebied misschien niet, maar wel door alles wat dat er rondging, altijd hè, rond die matchen. Dat begon al altijd, anderhalf bruggen, schacht vrij. En dan nog eens rechtstreeks rechts tegenover elkaar. ligt achter, rekening rechts buiten. Daar veel mee te maken. Hè? Maar hij zei is in een interview dat je een duiker waard ja, Een ze dat, dat is, is, is ja. zeker niet waar. Maar ik deed wel alles om te winnen. En als het niet op een proper manier ging, ja, dan was het op een vuile manier. Dat is wel waar. Maar is die matenaier. Rel, nee, want ik kon goed incasseren ook. Dat uh, speelde voor mij geen rol. Maar je moest wel iets kunnen verdragen, ook, natuurlijk. Hè. Dat is wel waar. Maar, uh... maar spreken jullie daar dan na over als ze dat in een interview zegt, of is dat iets wat puur in de pers leeft, maar in die tijd spraken we niet met elkaar. Dat was toen, uh, als toen uh, Club Brugge dan al echt was, werd er in de gang, of voor de match of na de match naar elkaar niet gekeken. Nu stonden die allemaal met elkaar te babbelen. Alsof dat de beste vrienden zijn. Dat is veel, veel gemoedelijker en vriendelijker in een tijd. Dat was de vijand. Hè. Ja, ja. Een ander truiker aan. De vijand, per definitie. Dat werd, genoeg, dat werd dan niet gevraagd hoe dat met de kindjes was of met de vrouw. Hè. Helemaal. Nee, dat is waar. Ja, dan moet je nu niet aan de je spelen elkaar, vragen, denk je ik. elkaar dood als moest. Ja, dat is zo. Ja, nee, dat is waar. Vijandschap was veel en veel groter. Is dat omdat we nu, dan normaal gezien, in een normaal seizoen vier keer die match hebben? Dat van twee keer. Nee, ik denk niet dat het daarmee te maken. Is. Ik denk dat het de tijdsgeest is hoe dat, uh, hoe dat voetballers sowieso met elkaar omgaan. En spelers je zijn ziet ook, dat, ook je los ziet het buitenland ook, je ziet dat dus meer, ja. de match is meer de matches gedaan en hup, die beginnen direct met elkaar te ballen en wat, was tof, En met mijn geschoten en niet aan heeft verloren en dan heeft gewonnen of zo wat. Maar dat ik denk van ja, nee. ondenkbaar. Ja, ondenkbaar. En dat dan ook in de nationale ploeg wel, zo echt. Ik zeg niet dat je niet overeenkomt met, met mannen van een ander topploeg, maar ja. Maar als je wist... Leven toch wel een bitch. Ja, ik mis dat eigenlijk wel een bekker. Ja, wel. maar ja, ik vond dat mag, ook toffer. Ja. Ik heb dat niet graag. Dat ze zo te vriendschappelijk met elkaar omgaan. Want dan, dan is heel die match minder geloofwaardig ja, ja. van mij. Ja, ik snap ik wel. Ik vind wel. Dat, ook. Ik heb dat ook. Ik heb ook liever dat ze. Ja, maar Zeker. je hebt het nu allemaal dan ze hebben nou dezelfde makelaar. Of ja. ze, hebben, ja, voilà. ze komen heel ja. vaak uit dezelfde ja. jeugdopleidingen. Ja. Dat is ook anders. Ja. Ja, en ja. ook vooral, kijk, die topmatchen moeten blijven. Dat was superbelangrijk. een andere dat kon een seizoen bepalen. Ja, maar ja, als je die ja. hebt verloren. Dan en ook een supporter weet dat niet graag. Like Hazard, wat voilà, Hazard doet daarna, Matje, beginnen, beginnen zeven met een tegenstander nog. Ja, ja, dat is zelfs nog wat, naar een maar, uitschakeling. Dat is, ja, dat is zo. Maar, dat, maar ja. mensen, allez, hoe moeten mensen daarvan denken? Ja. Zwaar. Ik heb Charlie Moussonda Jr. heeft bij Real Betis, zijn enige echt goede periode, denk ik, in zijn carrière, heeft hij daar met de supporters van Betis enorm veel aan bras gehad, omdat hij na een match tegen Real bleef wachten aan de uitgang, voor toch met Cristiano Ronaldo ja, de foto, de foto te kunnen. Zo, ja. Terwijl hij zelf op het veld had gestaan en, en ons, ja, 4 of 5-0 had verloren, nee. natuurlijk. En daar hebben die supporters echt, daarna is die niet meer in die ploeg nee. gekomen. En ik, ik snap dat ook wel. En die tijdsgeest is echt wel helemaal veranderd. Ik denk dat jongere fans daar misschien al vlotter mee om kunnen, maar zo. Nee, dat is wel. Alleen Anderlecht Brugge, dat, dat moet een match blijven op het scherp van de sneeuw. Maar we hebben wel matchen gespeeld, en er is een eentje waar dat de bleekere <coughs> arbiter was, die helemaal uit de hand loopt. Die schandalige Omdat match. dat we ja. echt voor de match met slechte bedoelingen het veld waren opgestapt. Hè? Dat Allee, voor de ja, die wedstrijd had geen schijn van kans om een voetbalwedstrijd te worden. Maar met een bedoeling op het veld stapt, dat is elkaar pijn doen. Hè. Ja. <laughs> ja. Wat deden dan bij de schacht? Is dat bij elke ja, corner een Ellenboog? Ik weet nog, ik heb die match nog teruggezien en ik dacht van ja, Geert, je het hier eigenlijk wel in brand gestoken. Het was al na een minuut of zo. nu wel of zo, ik denk van ja, dat is er al over. Maar ja, goed, dus, dat, is, dus, dat is de ergste andere brug. Ik denk dat het in Brugge was. Maar, ja, ja, dat was in Brugge, maar wel ja. altijd slim genoeg om dingen te doen die geen rode kaart kunnen ja, Dat is worden. waar. Ik heb, uh, ik heb uh, uh, bij Liersen. Een rode kaart gekregen en bij Brugge op Oostende twee keer geel. That's it. Voor de rest, niks. En bij de Rode Duivels. Ja, dat is waar, inderdaad. Die vergeet ik nog. Ja, dat is waar. Maar dat, goed, is het maken. Ja, dat is de belangrijkste natuurlijk en de pijnlijkste uiteindelijk ook. Maar het uh, had niks te maken met vuilspel spel of zo. Maar zo is nee, geen dat kopstoot is en een boogstoot. Dat zat er niet bij. Het nee, dus nee, nee, wel dat kalm dat kunnen just, blijven. Juist uh, genoeg om geen rood te krijgen. Ja, dat is waar. Maar ik heb ook wel eens, dat was ook met eens gezegd: je durft geen rood geven. En dan, ik weet dat ik zeg, je weet dat je rood moet geven, maar je durft niet. <laughs> <laughs> en dan kreeg je er geen. <laughs> oh, dan laat dan hij niet nee, instant zijn rode geen, kaart boven. Ik geen geel. O, je, maar als iemand dat tegen mij zei, ik zou ja. twee rode kaarten. Maar ja, pakken. dat is ergens. Allee, je moet dat niet doen uh, als je twintig jaar bent. Maar als je. Nee, nee, ja, je laat als je bitch, aan. Als op bruggen, Als is, opbruggen. En je voelt dat hij het moeilijk heeft natuurlijk om die wedstrijd te leiden. En, ja, je voelt dat speler ook wel. Ja. Je zei, ja, baas is een groot woord natuurlijk, want je zei nooit baas, maar je hebt wel macht, je voelt wel ja, ja, macht. Absoluut. Ja. En je gaat ja. met heel die heksenketel. En de scheidsrechter die opbruggen, Geert Verrijden. En je stuurt, maakt daar uh... wel eens misbruik van, hè. dat is waar. Dat maar is de bleker zeker... lijkt me wel een waarmee dat je kunt balden. Jawel, ja, ja, zeker. Ja. Dat is waar. ja, maar toen in een tijd had er veel wat deed. Ja. Ja, maar je hebt ook nog een tijd. Maar van... ik had ook wel mannen die dat konden zeggen tegen mij, en dat werkte wel. Uh, als je de eerste keer een fout maakte, zeiden ze, Gert, niet beginnen, hè, om vandaag. Hè. Niet beginnen, hè. En dan was dat ook gedaan. Dus je moest, ja, een beetje, als je het een beetje slim aanpakte. Ja. Je hebt uh, Soljet in een interview ooit een mysterie genoemd. Ja, dat is waar. Tot op de dag van vandaag, vind ik. Ja. Want je hebt daar wel uh, vijf jaar als trainer gehad. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik, ben, uh, ik ben daar ook dankbaar voor. Ik vind dat uh, echt een goede trainer. Daar ga ik nooit iets in Maar als persoonlijkheid, als mens, ik, kan, pff, ik weet nog altijd niet. Ook als ik hem nu tegenkom en dat is zeer vriendelijk en ik kan met babbelen, allemaal, allemaal goed, maar ja, ik kom niet binnen. Ik voel het, ik voel het niet. Maar dat kan hè, dat twee mensen het niet voelen met elkaar. Hè. Dat kan. Hè. Dat... We hebben, nooit, we hebben het nooit echt gevoeld. Maar dat heeft mij nooit Dat heeft mij nooit in de weg gestaan om te presteren. Dat maakt voor mij niks uit. Hij ja, was zowel de eerste voetbalprofessor, of zo, mag ik dat zo zeggen? Ja. Hij probeerde wel ik iets zelfs, te te maken. Dat nieuwe? is niemand die zo extreem doorgedreven in die looplijnen is gegaan. Ja, maar het is niet. langs de andere kant ook wel, ook wel het niet ingewikkeld hoor. Dat is niet, het is eigenlijk poepsimpel. En het is vooral gebaseerd op herhaling, ja. veel hetzelfde. Ja, maar dat... Tot vervelens toe. Dat heb ik ook gelezen. Dat ja. moet toch als spelersgroep ah, ja, is, zijn? Dat is, dat is Iedere skilling, keer zouden dat, dat is Dat is eigenlijk dodelijk. Zolang je niet. Dat moet je toch aanvoelen met deze ja. groep, kan dit? Ja, dat is waar. Ja. En je wint, hè? Ja, ja maar, maar ja, er ja, je, ook je ook wint wel, omdat ze het aankunnen. Er he? zaten ook wel plezante dingen tussen, hè? Klein matchjes en zo. Hè? Ja. Maar zo'n shadow game, was dat dan ja. echt met potten of met mensen? Uh, met mensen, en als er, als er uh, elf overschoten waren, was, dat tegen elf. En als er vijf waren, was dat tegen vijf. En als er drie waren, was dat tegen drie. En die rest. En die stonden daar gewoon. Wij <laughs> maar die eigenlijk programmeert u, hè? Ja, Ergens? Wel. ja, dat is waar. Robotvoetbal, hè? dat werd ook wat gezegd, toch? Ja. Maar het is ook wel iets alleen, wat uiteindelijk zo gecultiveerd wordt. Alsof daar niks van improvisatie in tussen zit. Dat, nee, dat kan maar niet. Natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar het is wel zo, allez, ik zeg nu maar iets heel simpels: uh, ja. er komt een voorzet, uh, eerste paal bezet, tweede paal bezet, 16 meter, twee plaatsen bezet. Uh, je weet dat je een voorzet trapt, die vier gaan daar zijn. Dus simpel, dat is heel simpel. Super maar, handig. Maar niet zo evident om er altijd te zijn. Dus dat, ja. Ja, dat verwacht wel timing en loopvermogen om daar altijd te zijn. Maar als je daar effectief bij elke voorzet altijd zijn met vieren. Je moet maar eens kijken als er een voorzet komt. Vandaag de dag, hoe dikkel staan er vier voor de goal? Niet te vaak, hè? Nee. Maar als je daar elke keer met vier is, en dan nog op min of meer afgesproken posities. Er komen zo, geen dan voorzetten in. Dat maakt het ervoor. Dat maakt het er veel. Ik aan, heb het gevoel dat City, die zeker niet met looplijnen spelen, maar dat als Kevin een bal geeft, dat hij die, die ook blind kan trappen en dat hij weet, ja, weet dat hij schuiven er terug het begin is er heel in. veel beweging natuurlijk. Niet met looplijnen, denk je. Maar niet zo, als nee. maar ze hebben wel als altijd, wel. Ik zit in City, ik, ik ik City dan moeten maar zo letten als ze iemand inspelen. Ze hebben altijd opties onder de bal, altijd. Hè. Eender wie dat er ingespeeld wordt, altijd minstens twee opties onder de bal. Dus die dat ingespeeld wordt, kan altijd terugleggen op één of twee man. En dan wordt dat vaak gevolgd hè. na het terugkaatsen wordt dat vaak gevolgd door diepgang, hm. altijd. En dan de dingen ook, dat zat bij Club Brugge onder Klemauw, er ook heel veel in. Al die teruggetrokken ballen van aan de achterlijn, heel veel. Hè. In de 16 meter achterlijn en terug te 45. Beter, ja, maar dan gebruik ik niet dat woord. <laughs> Zou het nu nog kunnen, wat dat je met Souliët deed? Zo'n competitie domineren op die manier? Ja, wel. Met dat voetbal? Jawel. Ik denk niet? dat ook. Van de wel ja. kwaliteiten. Jawel, waarom niet? Eder wat, er zijn, zijn ongelooflijk veel manieren waarop je succes kunt hebben. Tuur. Maar het is niet dat je, dat je vindt dat was te fysiek voetbal was. Nee, belangrijk. Ja, belangrijk. Maar dat heeft ons ook ons niet specifiek moeten vragen van wilden nu alstublieft veel lopen of we waren gewoon lopers? Goh, ik herinner ja. me nog die match tegen Ajax, waar Wesley dan toen speelde, dat jullie ook thuis overpowerden gewoon, met Lange denk ik, ja dat was echt power ja, ook. Ja natuurlijk maar met Angel Beyer en Tim Simons in het middenveld. Hè. Die dat ja. waren lopers. Die, mannen, die kon. Uh, absoluut. Kon ik heb een vraag van Lenver, kon je ooit naar het buitenland? Ja. Ja, Ipswich is het meest concrete geweest. Ik denk dat iedereen dat wel. Was dat toen Premier League? Of... Dat was Premier League. Ja. Ze zijn wel het jaar na die zijn ze wel teruggezakt. Ah, was goeie... niet bij. Voilà. <laughs> ja. Ze hadden een goed jaar gehad en ze spelen zelfs Europees. Maar, uh, maar ze zijn dan wel gezakt. Ja. En dat zou heel goed gepast hebben, want wat is een bijnaam van Ipswich? Een cultnaam, een bijnaam. Is ja, dat dat boemke zo in het logo? Nee. Ja. De Tractor Boys. Oh. Ik kwam niet toevallig bij u uit. <laughs> voilà. Dus dat was eigenlijk voorbestemd. Maar waarom zeggen ze dat niet? Nee? Mogen zijn. Of Brugge zijn niet. Nee, maar ik mocht niet van Brugge. Hè? Ja. En ze kregen 3 miljoen euro. Ze hebben 1 miljoen uh, betaald. Ja. En als je dan 12 jaar later, meer dan 10 jaar later, toch 3 miljoen kunt krijgen, is dat eigenlijk puur business-wise gezien. hadden we eigenlijk moeten verkopen. Hè? Want dan waren al boven dertig. Ik was de 30. 30 gepasseerd. Oké. Okay. Allee, jammer. Dan vind ik het nog jammerder eigenlijk. Maar dan had je wel je Brugge legacy ook nog kunnen ja. behouden. Was niet. Nee. Was dat van wel, over of heb he? dat Uiteindelijk ook geen spijt van. Ik heb nog vijf heel goed jaren gehad. Hm. Dus. Want dan, dan ga, gaat je dat niet aankloppen en zeggen: kom jongens, allez, wat is dit? Ja, maar ik was ook niet zo iemand die dat dan thuis bleef of dan en uh, niet een keer boel maakte. Ja. Nee. Oké, okay. uh, ik heb een vraag van Frank Kraas nog. Wie was de beste speler, Jan of Gert Vrij? Oh, ja, dat is voor mij heel moeilijk omdat omdat ik onze pa nooit zien spelen heb, effectief. Wel nog een beetje op het einde van zijn carrière bij Hoogstraten. En dan durf ik zeggen dat hij uh, uh, technisch beter was. Uh, maar voor de rest, hij had ook wel wat karakter van mij. Hij was ook, was ook niet de properste. Hè. Maar, uh, maar het was zeker ook een, een winnaar. En ook wel wat een, een technisch, uh, wel meer, meer centraal middenveld ook. Hè. Ballen afpakken en, in, en inspelen, en passen. Corners buitenkant voet geven en zo. Dat soort dingen. Hè? Dan, dan moet er soort... toch ook al wat bravoeren ja, ja. in je spel. Ja, 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 ja. Als je dat durft, een corner ja. buitenkant voet. Als ik ja. dat doe, dan breek ik met een enkel ja. aan die vlag, denk ik. Wat binnenkant voet. Ja. Ja. Maar het is ook het uh, vader-zoon duo met de meeste wedstrijden in onze eerste klasse. Dat is toch iets waar je als familie wel super trots ja, ja, op ja, bent. Ja. En we hebben samen uh, negen, negen bekers staan. Dus dat denk ik kast. ook niet dat je dat in een andere nee. familie ziet. Toch ja. heel uniek. En ook alle twee uh, veel caps. Um. Toernooien meegemaakt. Oh, ja, ja. Maar goed, als zoon heb je hebt daar te weinig van, van gezien. Ik zat wel op de tribune van Union als ik vier, vijf jaar was. Maar ja, zat maar. ik op de tribune van Union. Hè. Dat weet maar je ja, toch dat niet? ik heb dat nooit echt beseft. Nee. Ja. Je dat wel allebei goed als, als trainer. Ja dat, is waar. Ja, 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 dat is waar. Mijn eerste jaar op dat was mijn goed. Ja. Hoe was hij als trainer? Ja, dat was, wel, uh, dat was wel bijzonder. Maar ja, goed, ik was toen ook 18 jaar, dus ja, bedoel, dat is wel, wel zeer jong. Uh, maar hij gaf wel, dat was wel iemand waar ja, ik ook natuurlijk door de relatie met mijn pa al natuurlijk, ja, was. Was hij wel iemand die daar die dat zeer vriendelijk was van mij. Maar ik heb die eerste, eerste jaren op aanlecht, ik heb drie keren denk ik, uh, mogen meedoen. Wat ook logisch was. Maar, uh, en in de bekerfinale heeft hij mij nog laten invallen. Dat was zeer vriendelijk. van man. Toch, krijgt hij een medaille. Ja, toch een Palmares. Dus ja. Uh, nee, maar dat was, dat was zeer aangenaam. En ook, en ook wel ja, ook toch bijzonder, hè, die besprekingen en zo. Was, uh, no. Absoluut. Ik, je hebt zelf drie zonen. Mm -hmm. Geen voetballer? Ja, de kleinste shot bij Doskos in het kruis. En als je nu de jongen dan nu bij Zulte waargem is ingevallen, uh, Braam. Hij komt nog van Tosco Sint-Kruijs, dus het is nog niet voorbij van hem. Het, het kan. kan wow. Hij <laughs> maakt niet, wel he? heel veel goals. Ik weet ja, het ja. ook. Nee, hij, drink, <laughs> hij drinkt niet af pint als hij hem goals maakt. <laughs> maar het goed. kan wel iets. Maar ik, ik heb het al dikwijls gezegd: uh, hij moet aan zijn conditie werken. Dat is, is, na elke actie is een moe. Dat is niet goed, hè? Ja, dat is niet goed. Ja, Gert Verheyen zei altijd: voetbal ja. is een loopsport. Dat is waar. Dat is zeker waar. He. Ik krijg een rilling. <laughs> uh, is het voetbal hard veranderd om zich te van uh, toen? Alles er rond, misschien, joh. Alles rond, zeker. He, dat is zeker. Hoewel ik mij wel. Ik heb je heel vaak in, in een tv-spotje gezien. Ik denk dat het net altijd voor de match of voor het Stadium ah, ja, was dat je zo geblesseerd zet. Ja. Ja, ja, dat we. Ze kwamen af met een spons. <laughs> dat was dit logo op shirts, uh, proper, maar dat was <laughs> hey, heb ik honderd uh, keer gezien. met uh. clubbrugge shirt. Als, als, dat nu, tijd. als je dat nu hebt, zo'n spotje, zijn er rijk. Ja. En uh, toen was dat gewoon, ja, je hier, dus je doet dat spotje. <laughs> ja. ja, maar op zich, er zijn toch nog wel spelers ja. zoals Geert nu. Kijk maar nee, naar nee, ons ja, vermaak, Het is he. in de, je blijft ook gewoon bij. Bru aan de basis en, zal het oké. altijd voetbal blijven, maar het is inderdaad, gelijk gezegd, hetgene wat er allemaal rondhangt en, en de benadering van spelers. Um, en de enfants terribles, als ik zo mag noemen, spelers die veel aandacht hebben, die had je toen toch ook al. Dat waren het wel gemakkelijker in die zin dat wij altijd maar beschikbaar moesten zijn en zeer toegankelijk waren. Uh, dan bedoel ik naar media toe en zo. Terwijl dat nu zegt nu een persje, ik heb geen goesting. En je uh, moet jij nooit een interview geven. Hè, dat hoog. is waar. Maar ik denk dat je er wel kon is, uitgaan. Zonder dat, dat, iemand het dat had is, geweten. Dat was ons voordeel. Dat is nu uh, om, onmogelijk. Pin te gaan pakken op de hoek uh, van het stadion. Zonder dat iemand zijn telefoon... <laughs> dat op, bij het stadion op, gewoon. Het ja, café of, van Dennis ja. van Wijk, uh, En Zonder dat iemand dat speciaal vond. Dat je daar waard. Ja, waard ook, uh, daar ja, gewoon. De dus spelers gaan ik, naar daar. Dat is zo. We kwamen wel eens. Ja. Maar... Voor de rest werd ja. ik gewoon We met rust gelaten. Ik werd niet verafgehold, wat eigenlijk beter was. Want dat deed totaal geen zin. Hè? Dus jij bent wel content dat je toen voetballer werd? Ja, nu. ja, maar dat zal iedereen van zijn eigen tijd zeggen, ja? denk ik. Ja. Ik weet niet, dat dat niet zijn die zeggen, ah, liever nu, want dan moest ik nu niet werken? Ja, daar, Misschien op het financiële gebied ja. altijd. Maar ja, dat is, dat is tegenover mijn vader, is, dat doe ik. Dat nou, ja. was bij mij tegenover mijn vader, zo. Is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is de evolutie. Hè. Ja. Dat is wel waar. Ook dat extra sportieve, alleen, van jezelf een merk maken, dat je toch ook perfect gekund? Oh, wat hadden we. Oh, ja, <laughs> oh, wat hadden Wat hadden we gedaan? Dat zijn Instagram-posts en zo. Als jij actieve voetbal. Ja, Dat dat is een Peters idee. Shampoo's of zo. Een speciale dansjes na een goal. en uh, dat die Gert Verrij nee, had, had ik allemaal niet <laughs> aan meegedaan. Moest bestaan. Nee. Goed. Um, ja, je hebt nog drie toernooien met de rode Duivels gespeeld, maar ik stel voor dat we die misschien opsparen voor als je oh, okay. de volgende keer nog eens terugkomt. Nou, dat hebt... oh, ja, is goed. Dat ja, is goed. Ja, ja, ik weet niet, maar we zijn al lang bezig. Zijn ja, misschien wel. En een rode Duivel special, hè? Ja. Sowieso. Dat is Gaan dat ook? Dat is goed. Je uh, weet uh, wat je me toe nu, hè? twee keer vragen. Hè? Ja. Ik ga het zelfs als je door hebt, al meteen nog iets vragen. Uh -huh. en in een, uh, een, <laughs> een luwe periode <laughs> ja, heb ik ook ja, gegeven. In een luwe periode. Uh, ik heb hier wel wat giveaways. Uh, Quinten nee. die. Bijzonder veel gezegd heeft in zijn eerste aflevering. Ja, dat is toch wel een meerwaarde. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Uh, jij gaat zeggen wie gewonnen heeft. Ja, weg. ik laat het zien. Oké. Okay. Uh, het shirt van Dennis Odoi. Het Dennis Odoi-shirt. Ja. Campioen shirt Mooi. Dat is gewonnen door Pieter Beggers. Uh, want die vond het favoriete moment van vorig jaar de Rob Schoofs-aflevering. En het verhaal van uh, de spelers in de keuken, waar ze zat waren en met spaghetti-saus gooiden. Kijk. Want dat wint dan. Dat wint, ja. 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 dat is gek. En die wint dan ook Die pakt de kv één moment en wint een bruggeshirt. <laughs> dan uh, de gesigneerde kader van Kevin de Bruyne. Die gaat naar Pablo Ouyen. Um, want die zegt dat King Kev voor een orgasme voor de ogen zorgt. Terwijl de podcast met Mid zorgt voor een orgasme voor de oren. Oh. Dat, dat, ja. dat, dat vind ik ook. Wie heeft dat hier gekozen? Jong? Dat was een random pick. <laughs> Oké, okay, en de laatste. En, en dan dus, dat... uh, de drie Mertens kader, die gaat naar Baptist Espeel. Uh, want die is als favoriete gast graag Charlotte de Ketelaar eens in onze zetel zien. Oei, ja. dat is een uitdaging. Die, gaan die is nog niet krijgen. gesigneerd, maar ik ga die eerst laten signeren. Dus het kan nog even duren. Uh, wie was het? Dat was Baptist Espeel. Het kan nog even duren, Baptist, maar als het in orde is, dan uh, sturen we dat op. Misschien uh, aan de winnaars heel handig als jullie via Instagram jullie adresgegevens kunnen opsturen, uh, doorsturen. Dan kunnen wij het daarna opsturen. Uh, goed. Gert, dikke merci om te komen. Graag gedaan. Evert, dikke merci. En ik hoop dat Gert en Peter nog vaak achter de kazerne komen, want ze brengen geluk. 3-0 tegen dat Union. Mm -hmm. Dat is wel echt waar. Ja. Maar nou, tegen Union B een beetje. En nu ik ook weet dat hij elke manier wel legend had kunnen worden. <laughs> dat is mooi. Vind ik vind heel goed. Uh, we gaan zelfs ook nog aan Gert vragen. Ik weet dus nog niet of hij het ziet zitten, maar om het uh, shirt van de Kredietbank van Club Brugge te signeren. Ja. En dan geven we dat ook nog weg uh, op Instagram. Van het gemeentekrediet, hè? Het gemeentekrediet. Dat is het gemeentekrediet, hè SAM? Ja. Nou ah, ja. Daar heeft u pa nog gewerkt, hè? Nee? Inderdaad. Helaas. <laughs> voilà. voilà, ik zei echt, nou, een heel nou he, twee uur is het opgewarmd. Dus dit is het gemeentekrediet. Een CNA was een kledingzaak. Dat weet weet je ja. nog? Ja, dat bestaat ja. nog. En dit is de Generaalbank. Ja. Dat is nu Fortis. En nee, BNP heb is ja. Ja. we hebben <laughs> een tv-zender. Ja. Kennen we? Maar wat was dan het gemeentekrediet? Dat, dat is het gemeentekrediet. De kredietbank is ook een bank geweest. Ja, dat is KBC natuurlijk. Dat is lang toch? Allee, Jean, jij ging tussenkomen als er fouten werden gemaakt, kijk. Ja, maar ik dacht dat niet. de eerste dag wat sympathiek doen. Maar ja, je bent ook te jong nee, om het nog te weten. Dat is ook waar. Het is een bangelijk shirt. Ja, we moeten ik daar de Voetbal Football Classics voor bedanken, want die decoreren hier onze studio's. En het zijn toch wel een paar unieke shirts. Dat ja. van Lierse vind ik wel echt zo tijdig. Ja, dat is top. Dus voilà, op In zijn geel de website. Een zwart is dan nog top, toffer, natuurlijk. Ja, maar dat hadden we net niet op tijd vastgekregen. Goed, volgende week dus WK94 met uh, Frank Kraas en Frankie van der Helst. En hopelijk ook met jullie. Bye.